Goedemiddag allemaal, de mensen thuis en een aantal mensen die hier in de studio zitten bij deze webinar van het IPNV. Het is de tweede webinar in een reeks van vijf stuks. En in deze webinar gaan we het hebben over de oxidatieve technieken en dan met name ozon. En dan in combinatie met vaak een andere technologie. Allereerst zal ik eventjes mededelen dat deze webinar wordt opgenomen. Op het moment dat je daar problemen mee zou hebben, dan zou ik zeggen, ga dan niet kijken of volg hem dan niet. Maar kijk hem op een later tijdstip nog terug, want die zijn allemaal terug te vinden op de STOA-website. Verder hebben we tijdens deze webinar af en toe een poll die langskomt. En we zullen nu direct ook met de eerste poll starten. Dan moet ik zelf even kijken. Want de eerste vraag is, ben je zelf betrokken bij de realisatie van installaties voor verwijdering van microverontreinigingen? De poll zal, als het goed is, bij jullie in beeld komen. Dus als je die vraag wil beantwoorden, dan komen we er straks op een wat later tijdstip weer op terug. Verder nog een andere mededeling. Je kan het webinar het beste gewoon vanuit de het volledige scherm bekijken. Mocht je problemen hebben met de polls of met de chat of wat dan ook, er zit ook een knopje support, dus daar zou je dan even op kunnen drukken voor wat vragen of assistentie te verkrijgen. Nou, dan wens ik iedereen gewoon verder een heel plezierige middag met een aantal hele interessante onderwerpen die we gaan bespreken. Ik zal eerst mezelf even introduceren. Mijn naam is Robert Kras. Ik werk bij Waterschap Aa-Maas. Daar ben ik technoloog. En verder ben ik bij het IPNV betrokken. Bij het IPNV hebben we verschillende themacommissies. En ik ben dan voorzitter van de oxidatieve technieken. Dus van het thema oxidatieve technieken. Daar hebben we de begeleidingscommissie. Ik denk dat daar een man of 20 in zitten. We hebben diverse projecten de afgelopen jaren mee uitgevoerd. Vanuit die rol zit ik hier dus eigenlijk als voorzitter. We hebben een interessant programma vanmiddag. Tenminste, dat vind ik. En vele anderen ook, hopelijk. Allereerst even een kleine introductie nog, of een terugblik op het hele IPNV. Dat zal Mirabella verzorgen. En dan gaan we een aantal projecten de revue laten passeren. We beginnen dan met, het zijn eigenlijk allemaal projecten die met ozon en met oxidatie te maken hebben. We beginnen met het PAK-O3-project. Dus dat is een combinatie van ozon met PAKAS, dus met poederkool. Dan krijgen we een project over oxidatieproducten die bij ozonisatie kunnen gaan ontstaan. Een derde project is de combinatie van ozon met ultrasound. Vervolgens wordt het project O3-STEP. Dus dat is weer ozon in combinatie met GAC. Maar ook nog een keertje misschien wat biologische activiteit en wat nutriëntenverwijdering. En de laatste project wat vanmiddag wordt gepresenteerd, dat is het geozond project. Dat is de combinatie van ozon met keramische filtratie. Nadat we deze projecten, na elk project of na elke presentatie, komt er een poll. Dus aan jullie de vraag of jullie die poll dan willen beantwoorden. Daar komen we dan ook weer op terug straks. En op het moment dat jullie vragen hebben tijdens de presentatie, die kan je dan stellen in de chat. En die zal Mirabella verzamelen en die zullen we dan na de presentatie ook steeds weer behandelen. Even kijken of ik nog wat vergeten ben. Volgens mij niet. Dan denk ik dat we als eerste nu naar Mirabella toe kunnen gaan. Die zal ons een en ander vertellen over het IPNV-programma. Mirabella, dankjewel, welkom. Dank je. Ja. Het innovatieprogramma microverontreinigingen, even een korte introductie. Dat doe ik mede namens collega Cora Uiterlinde, die is programmamanager bij de STOA en ook van dit hele innovatieprogramma. En ik ondersteun haar daarbij. Het innovatieprogramma is een heel uitgebreid programma. Het loopt nu op dit moment 5 jaar. Eind van dit jaar wordt het afgerond.
En binnen dat programma hebben we meer dan 20 projecten opgepakt, waarvan meer dan 13 pilotstudies. Die zie je hier allemaal op dit scherm staan. Die ga ik niet allemaal behandelen, maar wat ik wel wil aangeven is de STOA-website, www.stoa.nl. En dan heel belangrijk, /IPMV. Dat is de afkorting van het innovatieprogramma microverontreinigingen. Op die site kan je echt alles vinden wat we binnen het innovatieprogramma hebben gedaan en nog zullen doen. Dus de webinars die gehouden zijn, ook dit webinar kan je daar terugvinden. Maar ook alle onderzoeksrapporten die gepubliceerd zijn. Dus als je meer wil weten over het innovatieprogramma, meer achtergronden, ga naar die link toe en dan kan je verder alles vinden. Wat gaan we vandaag doen? Dat zijn de blauw gearceerde projecten. Robert heeft het net al mooi toegelicht. Het O3-STEP pilotproject op Horstermeer. De ozon met keramische microfiltratie op Wervershoofd. Ultrasound en ozon kleine pilot op Winterswijk. En de pak O3 pilot op Leiden Noord. Groen wil ik ook nog even de aandacht op vestigen. Dat zijn projecten die we in het vorige webinar hebben toegelicht. En ook die kunt u dus terugkijken op de STOA-site. Het innovatieprogramma draait om pilots en om ontwikkelen van technologieën. En die technologieën willen we natuurlijk, als die succesvol zijn, toe gaan passen als fullscale of als demo. Dus in die zin zijn het innovatieprogramma en het zogenoemde versnellingsprogramma aan elkaar gekoppeld. Binnen het versnellingsprogramma worden echt demonstratieinstallaties gerealiseerd, nagenoeg fullscale installaties. En op dit moment zijn er al een boel installaties die gebouwd zijn, dan wel die op dit moment gerealiseerd worden met ozon en actief kool. En daar zie je hier een hele opsomming van. Nou, dan zijn er nog wat stippen op de horizon waar dit innovatieprogramma ook op voorbereidt. Een hele belangrijke is de nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater van Europa. Het is op dit moment nog een conceptrichtlijn. Die wordt, als het goed is, eind van dit jaar gepubliceerd in het Europees Parlement gebracht. En belangrijk daarvan is dat daar wat strengere eisen in komen voor stikstof en fosfaat. Wat dat precies gaat worden, is nog wel wordt op dit moment volgens mij duidelijk gemaakt. Dus het kan zijn dat deze sheet wat afwijkt. Maar ook voor de microverontreinigingen staan daar aanvullende eisen in. Namelijk een 80% verwijderingsrendement voor de wat grotere RWZT's. Waarschijnlijk groter dan 150.000 IE. Dus ook die ontwikkeling, daar bereidt het innovatieprogramma op voor. Nogmaals even aandacht voor www.stoa.nl/IPMV. Je kan daar echt ontzettend veel op vinden. Niet alleen de pilotresultaten zullen we daarop publiceren, maar er staan ook 21 haalbaarheidsstudies op. Elke pilot heeft een haalbaarheidsstudie gedaan. En als het een pilot geworden is, dan betekent het dat die haalbaarheidsstudie succesvol was. Maar er zijn ook een heleboel technologieën onderzocht waarvan we, die we verkend hebben en die nog niet in het pilotstadium terecht zijn gekomen, maar wel hele interessante informatie oplevert. Wat komt er nog bij? Dat is de evaluatie van het hele innovatieprogramma. Dat wordt één overal rapport. Als het goed is, komt die halverwege volgend jaar uit. En daarin worden ook de kosten en de CO2-footprint, die een heleboel uitvoerders van pilots hier zullen gaan presenteren, die worden daarin geactualiseerd. En verder nog heel veel onderzoeksrapporten die te maken hebben met het innovatieprogramma, maar niet echt een pilot zijn. Waterfabriek, effect op de slipverwerking is ook de vorige keer aan bod gekomen. Verkenning natuurlijke systemen. Allerlei soorten monitoringsmethoden die aangepast moesten worden voor verwijdering van microverontreinigingen. En ook, heel interessant, wat doet de verwijdering van microverontreinigingen, het inzetten van die technologie nou op verwijdering van PFAS en antibiotica-resistentie? Eén studie gaan we vandaag ook behandelen en dat zijn de bijproducten die kunnen ontstaan bij oxidatie. En hoe je die zoveel mogelijk kan voorkomen en hoe je dat dan kan doen is via een technische handreiking. Dat is de introductie, Robert. Dankjewel, Mirabelle. Indrukwekkend vind ik het altijd van wat we eigenlijk in de afgelopen jaren allemaal onderzocht hebben en hoeveel nieuwe kennis en nieuwe inzichten er zijn opgedaan. En ook al dat er toch her en der al
opzuiveringen al medicijnresten worden verwijderd. En dat we dat de komende jaren nog veel meer gaan doen. Voordat we naar de eerste presentatie toe gaan, zullen we even de resultaten van de poll doornemen. En als ik zo kijk, dan zie ik dat bijna de helft van alle deelnemers thuis bestaan uit waterschappers. Dan zijn er een aantal consultants, 16%. En leveranciers zijn er niet bij. Er zijn nog mensen die wat anders betrokken zijn bij de realisatie van verwijdering microverontreinigingen. En een aantal mensen zijn er helemaal niet bij betrokken. Die zijn blijkbaar toch wel geïnteresseerd om daar betrokken bij te raken. Oké, tot zover de eerste poll. En dan zullen wij nu doorgaan naar de eerste presentatie. En de eerste presentatie die gaat over het PAC-O3-project. Dat is een onderzoek dat Laura Piai en Arnoud de Wild van RHDAV hebben uitgevoerd. Op de zuivering van Leiden-Noord. Het is een combinatie van ozon en pakas, dus actief kool. En Laura gaat ons meenemen door dit project heen en de resultaten. Laura, heel veel succes met de presentatie. Welkom. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Robert. Mag ik de pointer? Oh, sorry. Ja, alsjeblieft. Ja. Nou, dank voor de uitnodiging. Ik ga jullie iets vertellen over PAC-O3. Dus een combinatie van poederactief kool, inactief slib en ozon. Dus ook een combinatie van een geïntegreerde technologie, PAC-as, en een aangeschakelde technologie, ozon. En door het combineren van PAC-as en ozon kun je PAC en ozon besparen en toch een hoog verwijderingsrendement halen. Dat hebben wij in een haalbaarheidsstudie onderzocht. Die werd gepubliceerd een paar jaar geleden. En na de haalbaarheidsstudie kregen we groen licht om dit verder te onderzoeken in een pilot. Daarvoor was een consortium gevormd om de pilot waar te maken. En de pilot werd afgelopen jaar uitgevoerd in Leiden-Noord. De doelen van de pilot waren om de verwijderingsrendement van gifstoffen en ook van een bredere spectrum micro's vast te stellen. De neveneffecten in kaart brengen. Denk aan bromaatvorming en nutriëntverwijdering. En zoals bij elke pilot ook ervaring opdoen met de technologie in de Nederlandse afvalsector. De pilot was uitgevoerd in Leiden-Noord. Onder andere redenen omdat daar was Rijnland al bezig met een full-scale PAC-as installatie. En wat mooi in Leiden-Noord was of is, is dat daar hebben ze twee straten staan. En bij ene straat werd PAC-as gedoseerd en bij de andere niet. Dus wij konden de straat zonder PAC-as gebruiken als een referentiestraat voor een conventionele zuivering. En de straat met PAC-as, ja, konden wij vergelijken met de referentie. En door het doseren van ozon of toepassen van ozon op de effluent van de PAC-asstraat hebben we PAC-O3. Maar ook door ozon toe te passen op de effluent van de referentiestraat hebben we standalone ozon. Dus wij konden vier verschillende effluenten vergelijken. De verwijderingsrendementen werden allemaal berekend ten opzichte van de influent van de zuivering. Dus verwijderingsrendementen zijn inclusief RVZI en nageschakeld technologie. En wij hebben vier verschillende PAC-doseringen getest. Vanaf 5 tot 12,5 milligram PAC per liter. En voor de PAC-O3, dus op de PAC-as effluent, hebben we drie ozondoses, specifieke ozondoses getest. Tussen 0,3 en 0,7 gram ozon per gram DOC. Op de effluent van de referentiestraat, dus de standalone ozon, hebben we maar één ozondosis getest. Van 0,7 gram ozon per gram DOC. Dus dat is een typisch dosis die jij zou moeten toepassen om voldoende rendement te halen. En omdat een combinatie met PAC-as kan, voor een combinatie kun je minder ozon gebruiken, dan hebben we lagere doses getest. Dat geldt ook voor de PAC-dosering. De 5 tot 12,5 is iets lager dan dat je zou moeten toepassen als jij alleen maar met PAC-as wil voldoende rendement te halen.
Ja, goed zag dat eruit in het echt. Dit is de parkopslag- en doseringinstallatie in Rijnland. Wij hebben effluent van de nabezinktank gepakt en opgeslagen in een buffertank. Waarom deden we het? Nou, PAKAS werd continu gedoseerd, maar voor ozon hadden we geen vast ozonreactor. We doseerden ozon niet continu. Voor de ozontesten waren uitgevoerd met een mobiel installatie van PureBlue. Dus die kwamen vier dagen naar de zuivering toe. En in de middag door de dag hebben we de ozontesten uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de influent voor de testen of de monsters uit een ozontest een representatief waren van 48 uur, hebben we zo'n tank hebben we gebruik gemaakt van zo'n tank. Dus de buffertanks waren gevuld tegelijkertijd met de monsternamenkasten die monsters uit de parkas en de referentiestraat haalden. En zo zorgden we ervoor dat de monster uit de ozontest ook een verzameld monster was. Nou, nu kom ik tot de resultaten. Hoe presteert PAKO 3? Wat we in deze figuur, in dit plaatje zien, is de gemiddeld verwijderingsrendement van de 7 best verwijderde gietstoffen. Elke plaatje geeft weer een verschillende PAK-dosering, dus ook een verschillende dag. Tussen 5 en 12,5 milligram per liter. Elke balkje geeft weer een verschillende effluent. Dus in blauw hebben we de referentiestraat, in oranje de PAKO-straat. In paarse, geel en groen hebben we de PAKO 3 effluent, de drie verschillende doses. En in grijs hebben we de standalone ozone. Wat jullie de waarden die jullie in elke balkje zien, zijn de daadwerkelijke ozondosis. Al gecorrigeerd voor de gemeten DOC-concentratie, die pas na de test werd gemeten. En ook gecorrigeerd voor nitriet. Voor de nitriet die in het water aanwezig is. Want je bent ook een deel van je ozon kwijt aan nitriet, want ozon reageert ermee. Dus die ozondosen zijn al gecorrigeerd voor DOC en nitriet. Wat ook belangrijk hier is dat dit is de verwijderingsrendement op een DVA-dag, dus bij droog weer aanvoer. Dus om een jaar gemiddeld van 70% te halen, wil je in een droogdag boven de 70% zitten. Want bij een regenweer aanvoer zou je de nageschakelde stap bypassen. Dus de rendementen die wij hier zien zijn exclusief de bypass. Wat wij kunnen zien bijvoorbeeld bij de laagste PAK-dosis en de laagste ozondosis, is de gemiddelde verwijderingsrendement van de 7 best verwijderde gietstoffen boven de 80%. Dus wij zien dat met een laag PAK-dosis en een laag ozondosis zou je al een jaar gemiddeld verwijderingsrendement van 70% kunnen halen. En hoe meer ozon je doseert, hoe hoger is jouw verwijderingsrendement. We hebben ook bekeken naar welke stoffen zitten er in de groep van de 7 best verwijderd. Zijn dit elke keer dezelfde stoffen of is dat altijd daar anders? Nou, we zien dat voor elke effluent zien we hier hoeveel keer hoor een bepaalde stof bij de groep van de 7 best verwijderd. En degene in donkerblauw zijn degene die best vaak in die groep voorkomen. Dus die zijn stoffen die goed adsorberen aan PAK of heel goed reageren met ozon en radicalen. Een van de onderzoeksvragen was: kun jij met een combinatie van technieken een bredere spectrum of een bredere palet micros pakken? En dat is de antwoord. Wij proberen daar een antwoord op te geven met dit plaatje. Wat wij hier zien is weer elke grafiek is één pakdosis. Hier is elke balletje één verschillende stof. Dus wij zien de verwijderingsrendement van de individuele stoffen. En de horizontale zwaartelijn is
een grens die wij een beetje arbitrair hebben bepaald. Dat is de 70% grens. Je kan de grens hoger of lager neerzetten. Dus wat wij hier zien is stoffen die onder de lijn zitten, zijn minder goed verwijderd. En stoffen die boven die lijn zitten, zijn beter verwijderd. En het klopt dat hoe intensiever jouw behandeling is, hoe minder stoffen zitten boven de 70% grens. Maar wij zien hier ook dat ozon, de laatste groep in elke plaatje, ozon doet al heel goed. Met ozon, met een hoog relatief of met zo'n dosis van ongeveer 0,7, verwijder je al meeststoffen met meer dan 70%. Als je PAAK daarnaast doet, dus de op en ene laatste groep, ja, dan pak je bijna alle stoffen, verwijder je bijna alle stoffen met meer dan 70%. Maar als je PAAK combineert met een laag ozondosis, dan zijn er enkele stoffen die minder of met minder dan 70% zijn verwijderd. Dus ja, we concluderen hier dat een combinatie van PAAK's en ozon PAAK een breed spectrum aan micro's. Maar als jij een laag ozondosis wil toepassen, zijn er een paar stoffen die minder goed zijn verwijderd. Er zijn ook heel belangrijke voordelen van een combinatie van PAAK, van ozon en PAAK's. De breed palet stoffen is misschien niet de grootste voordeel. We keken ook naar de biologische effect van de effluent, dus toxiciteit van de effluent, met verschillende testen. Hier is in elk plaatje een verschillende test. De eenheden in de assen zijn in elke plaatje anders, maar hier, wat geldt voor alle plaatjes, is hoe lager de waarde, hoe minder toxisch is jouw effluent. We hebben dit in maar één dag getest. De PAAK-dosis en de ozondosis op die dag kunnen jullie op de slide vinden. En wat wij zien is dat bij bijna elke test, behalve microtox, is de effluent van PAAK's minder toxisch dan de effluent van de referentie. En bij PAAK-O3, dus de gele balk, is de effluent minder toxisch dan voor PAAK's. De effluent van standalone ozon, de paarse balk, is soms gelijk aan de effluent van PAAK-O3 en soms ietsjes meer toxisch dan de effluent van PAAK-O3. Maar we zien in het algemeen een afname van toxiciteit na de behandeling met PAAK-O3. Nou, terug naar een van de belangrijkste voordelen van een combinatie van PAAK's en ozon. Dat heeft te maken met de bromaatvorming. Bromaat is een toxisch product uit de reactie van ozon met bromide die al in het water aanwezig is. Bromide vinden in ons water, daar kun je niet zoveel, dat kun je weinig aan doen. Maar bromaat is een toxisch product en je wil zoveel mogelijk bromaatvorming beperken. En wat wij al wisten en kunnen met dit plaatje heel duidelijk laten zien, is dat hoe meer ozon je doseert, hoe meer bromaat ga je produceren. Dus je heeft een grote voordeel als je minder ozon hoeft te doseren. Wij keken of de PAAK-dosis kan bromaatvorming beperken. Dus elke symbool en kleur hier is een verschillende PAAK-dosis. En we zien dat de PAAK-dosis maakt helemaal niet uit voor hoeveel bromaat je na de ozonisatie gaat vormen. En ja, wat belangrijk hier is om te melden, is dat de absolute waarden, de absolute bromaatconcentraties van ons pilot, zijn niet te generaliseren naar andere zuiveringen. Want de bromaatvorming heeft ook te maken met jouw ozoninbrengsysteem. En bij een full-scale installatie heb je meer mogelijkheden om de ozoninbreksysteem te optimaliseren om minder bromaat te vormen. Bij een pilot heb je minder mogelijkheden. En bij ons pilot hebben we een Venturi-systeem gebruikt.
En voor de Venturi weten we dat je lokaal hoog ozonconcentraties krijgt. En dat, daarmee ga jouw kans voor bromaatvormingen omhoog. Dus ik wil niet zeggen dat voor een specifiek ozondosis van 0,4 gram ozon per gram DOC ga je 3 microgram per liter bromaat vormen. Dat wil ik zeker niet zeggen. Wat ik wil wel zeggen is dat in enkele installatie, hoe minder ozon je doseert, hoe minder bromaat je produceert. Dat is altijd waar. We keken ook naar de neveneffecten van PAK-dosering. Dus heeft PAKAS of kan PAKAS helpen met verwijdering van DOC, fosfor en stikstof? En wat wij zagen, wat we hier zien in blauw, is de effluent van de PAKAS-straat. En in oranje de effluent van de referentiestraat. En wat we zien is dat met de dosis die wij hebben gebruikt, is de DOC, fosfor en stikstofconcentratie na de PAKAS-straat niet lager dan de concentratie in de referentiestraat. Of tenminste niet consistent lager. Dus bij deze dosering heeft PAKAS geen toegevoegde waarde op de DOC-nutriëntverwijdering. Misschien bij hogere doses wel, maar niet tot 12,5 milligram per liter. Nou, ik zei eerder dat met een PAK-dosis van 5 milligram per liter en een specifieke ozondosis van 0,3 gram ozon per gram DOC zou je de 70% doel kunnen halen voor verwijdering voor micro's. Wat betekent dat voor jouw CO2-footprint? En in vergelijking met de referentietechnologieën in de programma, nou, dan zit PAKO3 beter dan GAC qua CO2-footprint. Ook een beetje beter dan PAKAS, omdat jouw PAK-dosis lager is. En ongeveer gelijk aan ozon met zandfiltratie. Wat mooi is aan een combinatietechnologie, is dat je aan twee knoppen kan draaien als je jouw verwijderingsrendement omhoog moet of wil brengen. Dus je kan jouw PAK-dosering hoger maken of ook jouw ozondosis. En dat laten we met dit plaatje zien. Wat betekent een hogere PAK-dosis of een hogere ozondosis voor jouw kosten en CO2-footprint? Dus hier is elke lijn of elke kleur een verschillende ozondosis en in de x-as een verschillende PAK-dosis. Met de absolute getallen voor kosten moeten we voorzichtig gaan, want die gelden niet meer voor de actuele tijd. Maar we krijgen een idee van hoeveel stijgt jouw kosten en jouw CO2-footprint met een toename van de dosis. Nou, ter conclusie is PAKO3 een effectief en robuust technologie. Die pakt een bredere palet micro's ten opzichte van PAKAS en geeft minder kans op bromaatvorming ten opzichte van standalone ozon. En de ecotoxiciteit van de effluent neemt af met meer dan 50%. Om PAKO3 toe te passen op een zuivering is duurzaamheid een heel belangrijk aandachtspunt vanwege de fossiele herkomst van meespak die wij op de markt vinden. En moet je ook opletten op de toename van slipreductie. Want slipreductie neemt toe als je PAK doseert en jouw biologie moet dat aankunnen. Om samen te vatten hebben we hier berekend wat is de CO2-footprint en kosten. Wat zijn de CO2-footprint en kosten? Dat horen bij PAKO3. Aan de lage kant van de bereik is een PAK-dosis van 5 milligram per liter en een ozondosis van 0,3. Als je meer of een hoger rendement wil halen, dan moet jouw dosis omhoog. Dan hebben we hier berekend met 7,5 milligram PAK per liter en 0,5 gram ozon per gram DOC. Dan qua CO2-footprint is PAKO3 misschien minder voordelig. Maar een van de belangrijkste voordelen van PAKO3 ten opzichte van standalone ozon is de lagere risico voor bromaatvorming.
Ja, belangrijk over de kosten is dat de kosten waren bepaald op basis van uitgangspunten van 5 jaar geleden. Die moeten geactualiseerd worden. We weten dat de kosten van poederactief kool zijn nu anders dan 5 jaar geleden. En poederactief kool is een van de belangrijkste kostenpost van PACO 3. Dus daar moeten we op letten. De duurzaamheidsscore van PACO 3 is nog steeds iets laag ten opzichte van andere technologieën die in het programma zijn onderzocht. En dat heeft te maken met de fossiele herkomst van PAC. Met de ontwikkeling van een duurzaam en betaalbaar PAC zou dat anders zijn. Maar dat ligt een beetje aan wanneer zouden wij zo'n PAC op de markt hebben. En met de herzieningenrichtlijn stedelijk afvalwater worden de eisen strengere. Dan om de 80% doel te halen met een andere, gebaseerd op een andere lijst stoffen, zou jij een pak dosis, stellen we voor dat je een pak dosis van 7,5 milligram per liter moet toepassen en een specifieke ozondosis van rond 0,5 gram ozon per gram DOC. Nou, ik kom tot het eind van mijn presentatie. Wil ik jullie aandacht bedanken. Ook aandacht vestigen aan Arno de Wild, die heeft de pilotstudie geleid. Dank jullie wel. Dankjewel, Laura, voor deze presentatie. Er zijn heel veel nieuwe, bruikbare informatie uitgekomen. Erg interessant allemaal. We zullen weer na deze presentatie meteen beginnen met een poll. Dus die gaat nu gestart worden. Als het goed is, komt die bij jullie in beeld. En de vraag bij deze poll is, van: zou je PAC O3 in een zuivering willen gaan toepassen? Nou, jullie zien de antwoorden erbij staan. Ik ga dat niet allemaal voorlezen, maar aan jullie het verzoek van: zouden jullie deze vraag willen beantwoorden? En daar komen we er straks nog eventjes op terug. Het was al maar aan het begin al gemeld, hè, dat jullie via de chatfunctie vragen kunnen stellen die bij jullie opkomen tijdens de presentatie. Mirabella zit naast mij en die houdt dat allemaal bij. Dus aan jou de vraag, Mirabella. Zijn er vragen binnengekomen? Nou, Robert, op dit moment is mijn taak heel eenvoudig, want er komen vrij weinig vragen binnen. Dus ik zou iedereen toch willen oproepen om je vragen te stellen. Hè, dat kan nu live en dan kunnen we ze hier ook meteen live beantwoorden. En wat Robert al in het begin heeft aangegeven, mocht je nou problemen hebben misschien met de chat om die te activeren of je vraag erin te zetten, neem dan even contact op met via de supportknop. Maar stel je vragen alsjeblieft, geen vraag is te gek, die beantwoorden we hier direct. Ja, nou, dat is jammer. Dus inderdaad, jongens, stel vragen indien er onduidelijkheden zijn of je meer wil weten of over iets. Ik had zelf nog wel een vraag, want een van de aandachtspunten is eigenlijk de bromaatvorming. Hè? Dat gaf je ook aan. Ik zag wel toch dat er wel wat bromaat gevormd werd. En ja, de nieuwe norm gaat uit van 1 microgram per liter en dat is erg laag. Hè? En jullie zaten toch bij het onderzoek op 4 microgram, zag ik, ja. Die hoogste bolletjes. Kan je nog een keertje uitleggen van of dat toch te verlagen is, of wat de reden is dat er toch zoveel of relatief veel bromaat gevormd is? Ja, dat is zeker wel te verlagen door een andere ozoninbrengsysteem te kiezen. Wij hebben onze bromaatyield vergeleken met van andere studies. Want daar liet ik zien de bromaatconcentratie en de specifieke ozondosis. En dat zou kunnen hebben te maken met hogere bromideconcentraties die in het afvalwater zitten. Dat was niet het geval voor Leiden Noord. Daar hadden we ongeveer 0,2 tot 0,3 milligram per liter bromide. Die zijn niet gekke hoge concentraties, zijn best normaal. En wij zien dat in andere locaties of andere studies, inclusief full scale, als je rond deze bromideconcentratie ziet en een ozondosis van 0,3 toepast, zit je nog onder de 1 microgram per liter. En dat was niet het geval voor ons. Dus als wij onze
curve vergelijken met van andere studies, zien we dat wij in een hogere niveau van bremaat zitten. En dat heeft meestal te maken met het inbrengsysteem. De Venturi is een systeem die zorgt voor veel bremaatvorming. En dat kan anders in full-scale installaties. Met een diffuser bijvoorbeeld zou je minder bremaat produceren. Misschien een domme vraag, maar die bestaat niet. Waarom hebben jullie dan gekozen voor de pilot voor het Venturi-systeem? Was dat nog niet duidelijk aan het begin? Of zijn er andere redenen voor? Toen wij met de pilot, met de planningen bezig waren, was de bremaatdiscussie niet zo... ik kan niet zeggen niet belangrijk, maar wisten we zeker minder ervan. En voor een diffuser heb je voldoende hoogte nodig om de ozon te laten oplossen in het water. Mm. En daar heb je een hoog waterkolom nodig voor. En met een mobiele installatie wordt dat lastig. Je kan niet met een wagentje met 6 meter hoog op de straat rijden. Dus voor een mobiele installatie heb je minder mogelijkheden qua ozoninbrengsysteem. En ook die kennis is dus ontwikkeld, wat je aangeeft over ozoninbrengsystemen, formaatvorming. Die kennis, dat die heel erg van invloed zijn. Ja. Oké. Dankjewel. Volgens mij sluit dat ook weer mooi aan straks op de volgende presentatie van Arnoud. Die gaat ook in over oxidatieproducten. Hè? En ook manieren waarop je bijvoorbeeld bromaatvorming kan verminderen of kan tegengaan. Dus leuk, interessant. Eén vraagje nog, Laura. je wou al weggaan. Ja. Zijn er nou al waterschappen die erover nadenken om pak O3-combinatie in praktijk toe te gaan passen? En dat is voor mij misschien een beetje een flauwe vraag, want ik weet dat wij bij AMA's dat willen gaan doen. Of gaan doen, laat ik het zo zeggen. Maar zijn er meer waterschappen waar je dat van weet? Nee. Tot zover we weten is interesse uit de AMA's. Ja. Daar zijn Julia bezig met de Dinter vooral. Maar tot zover we weten zijn er geen andere full-scale installaties die straks komen. Nee, dus dat is misschien nog even afwachten. En dan even afwachten. Straks meer resultaten bekend zijn. En, dan misschien komen er meer. Ja. Ja, misschien ook de poll, hè? Daar zie ik ook niet. Oh ja, daar hebben we ook gevraagd van of mensen thuis het zouden willen toepassen. Ja, goede herinnering, Mirabella. Ja. Even terugkomend op de resultaat van de poll. Zou je pak O3 in een zuivering willen toepassen? Er is eigenlijk maar een hele kleine groep die zegt van ja, dat wil ik gaan doen. Dat is maar 5%. 10% die zegt van nee, liever niet vanwege de inzet van fossiel actief kool. Dus dat zou nog kunnen veranderen als er wat duurzamere kool ontwikkeld is. Een grote groep, 35%, die zegt van ja, ik ga wel voor de inzet van oxidatie, maar dan niet in combinatie met poederkool of met pakas. Ik ga voor een andere combinatie. Een kleinere groep die weet het nog niet. Of die is er niet bij betrokken voor de keuze. En een andere groep weet het ook nog niet hoe ze verder gaan. Een groot deel is het eigenlijk nog niet bekend, zo te zien. Ja. Oké, Laura, dankjewel voor jouw presentatie. En dan zou ik nu eigenlijk het volgende project aan willen kondigen. En dat is een collega van Laura, dat is Arnoud de Wild, ook van RHDFV. En die gaat ons het een en ander vertellen over het onderzoek wat hij met collega's, denk ik, uitgevoerd heeft naar de oxidatieproducten die bij ozonisatie gevormd kunnen worden en de manier waarop je die zou kunnen tegengaan als ze al een probleem zijn. Arnoud, welkom. Dankjewel. En succes met jouw presentatie. We gaan er wat van maken. Goed zo. Vandaag gaan we het hebben over oxidatieproducten. Dank voor de aankondiging, Robert. Dit is een studie die hebben wij uitgevoerd, inmiddels alweer 2 jaar geleden. Combinatie van LEAF en Royal Haskoning DV. Mij is de eer toebevallen dat ik het hier mag presenteren, maar ik wil zeker ook benadrukken dat LEAF hier ook heeft geholpen. In de persoon vooral voornamelijk van Else Schumann. Wat hebben we gedaan? We hadden een studie, een grotere studie. En die bestond eigenlijk uit 2 onderdelen. En er zijn ook 2 rapporten gepubliceerd. De eerste is een literatuurstudie. En die kun je zien eigenlijk als een naslagwerk. Daar staat heel veel informatie in. Is ook Engelstalig, is ook met het buitenland te delen.
STOA nummer 2022, nummer 47. En daar hebben wij vooral de internationale kennis en ook de praktijkervaring, voor zover die er is, want die is nog relatief gelimiteerd, hebben we samengebracht. Nou, daar zat onder andere het Zwitserse EAWAG, een roemrucht instituut op dit vlak. Het RIVM uit Nederland en KWR staat om tafel. Maar ook vertegenwoordigers van zowel de drinkwaterbedrijven als de waterschappen. De drinkwaterbedrijven hebben al wat langer ervaring met oxidatie en dus ook met oxidatieproducten. Nou, als tweede stap, na de literatuurstudie, hebben wij een technische handreiking opgesteld. De technische handreiking oxidatieproducten bij ozonisatie. STOA rapportage 2246. En dit is een hele praktische rapportage. En dat is echt een praktische ondersteuning voor de waterschappen in het afwegingsproces van ozonisatie. Het is dus voor de waterschappen, ook door de waterschappen. En de inzichten van de literatuurstudie zijn hiervoor gebruikt. Nou, ik wil je graag even meenemen in de literatuurstudie eerst. We hebben de studie afgebakend. De scope was heel duidelijk ozon of ozon plus waterstofperoxide. Op dat moment was UV-behandeling niet een kansrijke optie vanwege het hoge energieverbruik. En ook overige oxidatieve technologieën waren eigenlijk niet kansrijk. Dat kan in de toekomst veranderen, maar de studie heeft dus heel duidelijk als afbakening ozon, dan wel met peroxide. En even een leuk feitje, even een spraakverwarring wil ik graag voorkomen. We gebruiken verschillende termen door elkaar heen. En even een definitiekwestie aan de voorkant. Transformatieproducten. Dat zijn producten die ontstaan bij de oxidatie van een medicijnrest. Dus als een medicijnrest zelf, bijvoorbeeld diclofenac, af wordt gebroken tot kleinere componenten, dan noemen we dat transformatieproducten. Oxidatienevenproducten, dat zijn de restanten van de overige constituenten in het afvalwater. Dus in het afvalwater, effluent, zit er nog een en ander aan organische moleculen. Er kunnen ook andere stoffen in zitten. Die stoffen wil je niet per se afbreken met ozon, maar die kunnen wel afgebroken worden en die vormen ook weer producten, de zogenaamde nevenproducten. Beide samen noemen we oxidatieproducten. Dus als we het hebben over oxidatieproducten, dan kan het zowel zijn vanuit een microverontreiniging gevormd of vanuit de matrix gevormd. Nou, dat, de literatuurstudie is, zoals ik zei, eigenlijk vooral een naslagwerk. Relatief dik boekwerk is het wel geworden en het gaat op een aantal thema's in. Het begint met de identificatie van oxidatieproducten. Welke producten zijn er eigenlijk? Nou, de meest voorname die hebben we ook al net aan tafel gehoord. Die kwam al langs in het vorige verhaal. Dat is bromaat. Daar gaat een groot gedeelte van de rapportage over. Maar vergeet ook niet een aantal andere stoffen. Waaronder chromaat, NDMA en de transformatieproducten. Dan gaat er ook een heel hoofdstuk in op de effecten van de watermatrix. Van waarom worden die oxidatieproducten nou gevormd? Waar komt dat door? Nou, bijvoorbeeld bromide. Bromide wordt omgezet in bromaat. Maar ook organische stof wat aanwezig is. En wat op de ene zuivering anders is dan op de andere. Zwevende stof, pH, ammonium. En er worden nog meer stoffen genoemd. Dus heel erg duidelijk van wat is nou het effect van die matrix op de eventuele productie van oxidatieproducten. Dan ook nog de invloed van het procesontwerp. Wat kan je eraan doen? We zijn er ondertussen achter dat je met het ontwerpproces, of in het ontwerpproces, door de juiste reactorkeuze, door bijvoorbeeld een dosering of eventueel een combinatie met iets, dan wel een andere stap voor medicijnrestenverwijdering, dan wel een nageschakeld zandfilter, eventueel iets kan doen, wel of niet. Daar gaat de studie heel erg op in, hoe dit werkt en wat daar de te mogelijk behalen winsten zijn. En uiteindelijk sluit de studie ook af met een afweging van de verwijdering van microverontreinigingen versus de vorming van oxidatieproducten. En even als tipje van de sluier. In veruit de meeste gevallen verbetert de waterkwaliteit heel erg na ozon, na ozonisatie. Een uitzondering daar gelaten, kom ik zo nog even op terug, is het in de meeste gevallen het geval dat de waterkwaliteit sterk verbetert. Dat betekent dat de toxiciteit van de medicijnresten wordt afgenomen, wordt weggehaald. En op een enkel stofje na worden er weinig toxische producten gevormd. Let op, hier zeg ik toxisch en daar bedoel ik eigenlijk ecotoxicologisch relevante stoffen mee. Bromaat is niet ecotoxicologisch relevant, maar voor humane consumptie de drinkwaterroute. Dat is een apart verhaal. De inzichten die uit de literatuurstudie naar voren komen, is dat eigenlijk het meest voorkomende en ook vooral voor ons meest relevante oxidatieproduct is toch wel bromaat. En dat komt toch ook wel door de wetgeving die er is. En die is gedurende het traject dat we hiermee bezig waren, is die wetgeving er gekomen.
De meeste andere oxidatieproducten zijn veel minder relevant dan bromaat. En dat komt omdat er geen wetgeving is voor de andere stoffen. Maar omdat in veel gevallen de toxiciteit, zoals ik eerder al zei, eigenlijk zeer beperkt is in relatie tot de toxiciteit afname door de micro's te verwijderen. Nou, de watermatrix zelf is zeer bepalend voor de oxidatieproductenvorming. Dan wordt al snel gedacht aan bromide. Dat is zeker ook het geval. Maar het is vaak eigenlijk een combinatie aan factoren die maakt wat de oxidatieproductenvorming is. Bijvoorbeeld bromide alleen is niet een directe indicator voor hoeveel bromaat er gevormd wordt. Dat hangt ook af van DOC-concentraties, van ammoniumconcentratie, van pH, van reactorontwerp. Er zijn een aantal componenten samen die bepalen wat iets tot een oxidatieproduct maakt. Over het algemeen kan gesteld worden dat de meeste transformatieproducten, dus de producten die gevormd worden uit de medicijnrest, minder toxisch zijn dan het medicijnrest waar ze uit gevormd worden. Op een enkeling daar gelaten is het voor vrijwel alle stoffen het geval. We zien ook dat na ozonisatie vrijwel alle bio-assays, dat is dan hoe we die ecotoxiciteit testen, middels diverse sets aan bio-assays, dat na ozonisatie de toxiciteit afneemt. En daar hebben we, dat is een buitenlandse ervaring uit Zwitserland, wel een kleine disclaimer bij geplaatst. Er kan een individuele lozer zijn die een specifiek stofje loost, veelal geleerd aan een industrie, dat tijdens ozonisatie wordt omgezet in een bepaald gevaarlijk stofje, vaak onbekend. Dat zie je eigenlijk alleen maar terug in je bio-assay, niet in je chemische analyse. En dan kan je voor die specifieke situatie de pech hebben of de casus hebben dat ozon misschien minder toepasbaar is. Dan kan je twee dingen doen. Je kan de stof gaan opsporen, de bronnen aanpak. Of je gaat uiteindelijk toe naar een andere keuze. Zandfiltratie lijkt in de meeste opties niet standaard nodig. Geen duidelijke toegevoegde waarde. De tweede studie is een technische handreiking. En ik ga hem zo kort mogelijk toelichten, want het is vooral de bedoeling dat jullie hem zelf gebruiken. Het is een praktische ondersteuning bij de afweging van ozon. Het bevat een heel erg to-the-point stappenplan, meetcampagne, labtesten, pilottesten, met per stap een waarom, een doel, een handeling, wat je moet doen, en een evaluatie, go, no-go, naar de volgende stap. Ik wil het echt kort hierbij houden, want het is vooral de bedoeling dat je hem er zelf als lezer bij pakt. En ben je in de afwegingssituatie van een ozon, neem deze handreiking ter hand. Het leest volgens mij makkelijk en het is een relatief korte handreiking. Om toch een beetje inzicht te geven, waar gaat het over? Het stappenplan bevat 3 stappen. Begin met een meetcampagne op je RWZT. En eventueel een screening van het innamegebied. Weet welke stoffen er in mijn afvalwater zitten, voor zover dat mogelijk is. En misschien kun je bij voorbaat ozon al uitsluiten. Dat is een onwaarschijnlijke situatie, maar het zou kunnen zijn dat je een indicatie hebt dat het eigenlijk niet handig is. Stap 2, labtesten. Verkrijg inzicht in potentiële prestaties van ozon. Dit is een heel duidelijke snapshot. Meestal heb je maar 1 of enkele monsters. En dan is de volgende fase dan ook pilot testen. Kijk voor de praktijkrelevante condities voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld enkele maanden, wat ozonisatie doet op de effectiviteit van de verwijdering van micro's, maar ook de bepaling van eventuele ongewenste effecten. In heel kort de handreiking. Nou, dan de conclusies van de overall studie. Ozon blijft heel duidelijk een te overwegen technologie. Het is niet zo dat we nu concluderen dat ozon absoluut niet kan, niet mag, niet moet. De waterkwaliteit verbetert aanzienlijk door ozon. De ecotoxiciteit neemt af op vrijwel alle indicatoren. Uitzondering op de regels, wat ik zei, individuele lozing. Bromaat is voor de meeste locaties het meest relevante oxidatieproduct. Die relevantie is vooral gerelateerd aan de wetgeving. Er zijn meerdere praktische maatregelen mogelijk om bromaatvorming te mitigeren. Die worden ook benoemd in de handreiking. Bijvoorbeeld peroxidedosering of een combinatie van technologieën. Wat ik ook al zei, een zandfilter lijkt niet standaard nodig. Er is geen duidelijke toegevoegde waarde voor een zandfilter. En het is een grote kostenpost. En nogmaals, maak vooral gebruik van de handreiking. Daar is hij voor. Hij is voor de waterschappen bedoeld als praktisch document. Nou, daar wil ik mee afsluiten. Dank voor jullie aandacht. En ook nogmaals dank aan Els, Imke en Xian die mede hebben gewerkt aan deze studie. Oké, dankjewel Arnoud. Interessant verhaal ook weer. Ik denk dat we het, nou ja, zeker, wij zijn zelf natuurlijk ook met ozon bezig. Dus veel van dit soort informatie, ja, die is voor ons zeer bruikbaar. En die hebben we ook volop toegepast.
En die zullen we, ja, we zullen nog steeds nieuwe inzichten op gaan doen. En die blijven we toepassen. Dus dankjewel. Graag gedaan. Ja. We gaan eerst weer naar de volgende poll toe. En in dit geval is dat een open vraag. En dat is dus aan het thuispubliek. Wat is voor u het belangrijkste inzicht van dit onderzoek voor een praktijktoepassing? Het is een open vraag, dus ja, vul gewoon iets in, snel, kort. Mirabella die zal de antwoorden op deze vraag ook binnenkrijgen. En dan kunnen we er straks nog eventjes doorheen gaan. Nu ik het toch Mirabella noem, dat, net zoals ik het net al zei, zij is de verzamelaar van de vragen die via de chat binnenkomen. En ik ben benieuwd of er deze keer wel vragen zijn gekomen. Nee, helaas nog niet, Robert. Meer niet. Dus nee, ik hoop dat mensen nu echt de vraag ook aangrijpen. Hè, van wat is voor u het belangrijkste inzicht? Of heeft u nog vragen aan Arnoud over deze studie? Typ ze in de chat en dan stellen wij ze hier. Ja, dus vooral oproep. Stel de vragen. Zelf had ik wel een vraagje. En dat was even de laatste puntjes uit jouw presentatie, Arnoud. Van, je zegt of je geeft aan, een zandfilter is eigenlijk niet nodig. Ik begrijp dat in Duitsland bijvoorbeeld heel vaak wel een zandfilter na ozon wordt toegepast. Hè? En ik zie ook dat bij ons IPNV-programma eigenlijk ook de referentie is van ozon plus zandfilter. Dus daaruit proef je, of in ieder geval dat wij jaren geleden dachten dat er toch echt wel een zandfilter nodig was. Dus wat dat betreft denk ik goed nieuws voor ons. Dat scheelt ons een heel dure zandfilter. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja. Zeker, Robert. Dat is denk ik een belangrijke conclusie in het totale verhaal. Even op het eerste punt ingaan. Onze oosterburen en dan eigenlijk ook nog misschien meer specifiek onze Zwitserse, niet buren, maar wel voorgangers. Die zijn al een paar stapjes verder met de medicijnrestenverwijdering en de toepassing van ozon. Het klopt, in de gevallen in Zwitserland waar ozon is toegepast, is vaak ook een zandfilter. Nou wordt er vaak niet bij verteld dat zandfilter er al stond. Dus in heel veel gevallen stond er een zandfilter. En in Duitsland is dat vaak ook het geval. En dan is de vraag, ga ik mijn ozon ervoor of erna zetten? Als die al stond, dan is het een hele andere discussie dan in de Nederlandse situatie, waar doorgaans geen zandfilters staan. Daarbij moet ook worden gezegd, dat zijn vaak aerobe zandfilters voor P-verwijdering en niet voor denitrificatie. Daar zit een conflicterend technologisch aspect. Als je met veel zuurstof en ozon uitkomt en dan denitrificerend filter ingaat, dan heb je veel methanol nodig om van je, of zebron nodig om van je zuurstof af te komen. Ja. Wij hebben eigenlijk geconcludeerd op basis van de toxiciteitsinformatie met de experts uit binnen- en buitenland, dat er niet een hele eenduidige toegevoegde waarde van een zandfilter is. En in Nederland, als je dus die situatie hebt dat je nog geen zandfilter hebt, dan hobbelt er achter die ozoninstallatie een installatie aan die nog veel duurder is dan de ozon zelf. Het totale project wordt heel veel duurder. En dat weegt vooralsnog niet op tegen de potentiële meerwaarde. Want we zien eigenlijk niet op toxicologisch vlak een absolute must voor een zandfilter. Wederom, als je er een hebt staan en je hebt de mogelijkheid om de ozon ervoor te zetten, kun je dat preventief doen. Er is niet eenduidig een reden van dat moet je doen. Nee. In Duitsland is er overigens ook geen wetgeving die dit verplicht. Het is meer een common practice. Men zette ze er vaak voor, maar ze stonden er al. Het is niet zo dat moet. En dat werd ook niet in de Europese richtlijnen zo benoemd. Dat dit moet. Dus ik denk dat dit een beetje per land verschillend is. Het leuke is, we zien nu in Nederland de eerste ozoninstallaties. Houten, Wervershoofd, zijn zonder nageschakelde zandfilters of andere behandelingsmethoden. Dus daar moeten we ook vooral van gaan leren. Van, klopt dat? Is het echt niet nodig? Nou, vooralsnog lijkt het de goede kant op te gaan. Maar we moeten vooral die evaluatie maken over een paar jaar als er meer ozoninstallaties staan. Ja, duidelijk antwoord, Arnoud. Ja. Zijn er inmiddels nog wat vraagjes binnengekomen, Mirabella? Nee. Het is kennelijk helemaal duidelijk. Dan hadden we de poll met een open vraag erin. Wat is nou het belangrijkste inzicht van dit onderzoek voor de praktijktoepassing? We zouden dat natuurlijk ook aan Arnoud zelf nog kunnen vragen. Van wat is voor jou nou? Er zullen meerdere belangrijke inzichten zijn. Net hebben we het zandfilter eventjes besproken. Maar kan je ik kan er wel een antwoord op geven. Een persoonlijk antwoord van mezelf. Twee extra inzichten. Ik denk dat de eerste belangrijk is, ozonisatie, ozonbehandeling,
kan nog steeds. Het is niet zo dat we iets hebben ontdekt aan de oxidatieproductenkant, aan de metabolieten, aan de toxiciteitskant, dat we zeggen, nou, we moeten het echt niet overwegen. Het is heel duidelijk dat de toxiciteit gaat enorm naar beneden door ozon. In de breedte van het palet aan bioassays, aan toxiciteitseindpunten. Dus ozon kan. De tweede is, bromaat lijkt voor Nederland, maar wederom dat is een wetgevingsaspect en niet een ecotoxicologisch aspect. Bromaat lijkt het meest relevante oxidatieproduct. En dat komt door de oppervlaktekwaliteitsnorm van 1 microgram per liter, waardoor wij met bromaat bezig zijn. Ik denk dat dat de twee belangrijkste uitkomsten zijn van deze studie. Ja. En ik denk dan in combinatie ook nog met dat je nu ook inzicht hebt gekregen van op welke manier is bromaatvorming zoveel mogelijk te gaan of te beperken. Inderdaad. Ja. Dus, ja. Een goede aanvulling. We hebben dus ook gezien van 1, bromaat is belangrijk. En 2, er zijn mitigerende maatregelen mogelijk om bromaatvorming te verminderen, te reduceren. En dat is het staat in de handreiking opgesteld, is een scala aan opties. Technische opties veelal, maar ook bijvoorbeeld bronaanpak om de bromaatvorming te verminderen. Ja. Misschien heb ik nog wel een aanvullende vraag. Je geeft het elke keer aan, hè? Het is een wetgevingskwestie, 1 microgram per liter, Nederland. Mm-hmm. Met die nieuwe Europese richtlijn stedelijk afvalwater, wordt daar ook zoiets over bromaat genoemd? Of hoe zit dat eigenlijk in het buitenland dan? Hebben wij een hele specifieke situatie? Nou, dat is wel een hele goede vraag, Mirabella. Voor zover ik weet is er niks opgenomen in de herzieningrichtlijn stedelijk afvalwater over bromaat. Maar ik weet wel hoe het in het buitenland zit. Er is vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, is er een richtlijn voor drinkwater. En die staat wereldwijd op 10 microgram per liter. Voor zover ik het weet, en ik hoor het graag als het anders is, hebben alle Europese landen behalve Nederland ook de 10 microgram per liter norm voor drinkwater. Let op, dat is een drinkwaternorm. In Nederland hebben wij ooit die norm op 1 gezet. Wij hebben blijkbaar een ander beoordelingssysteem van veiligheidsnormen. Dus als je in het buitenland komt, krijg je ander drinkwater dan in Nederland qua bromaat. Daar op basis van die drinkwaterlijn is een oppervlaktewaternorm afgeleid en die is gelijkgezet aan de drinkwaternorm. Het kan dus zo zijn dat een theoretische, hypothetische situatie er is, dat in Duitsland een RVC die 10 microgram per liter bromaat loost, volledig binnen de normen daar. En dat stroomt de grens over, een Nederlands beekje in. En dan zeggen we, dat kan eigenlijk helemaal niet. En dat is een beetje een vreemde situatie inderdaad. Dus eigenlijk lijken wij het beste jongetje van de klas in deze. En de vraag is dat ook echt nodig? En ook in die nieuwe richtlijn, die Europese richtlijn, wordt daar dus geen aandacht voor. Ik heb volgens mij daar niks over gelezen. Ik hoor het graag als het anders is, maar volgens mij staat daar niks over benoemd. Omdat eigenlijk alle landen op die 10 microgram per liter zitten voor drinkwater. Oké, dankjewel Arnoud. Nog over de toelichting. Dankjewel voor de toelichting. Graag gedaan. Mirabelle, we hadden de poll was een open vraag. Zijn er reacties op gekomen? Niet. Nee. Nou, dat is mooi, want dan gezien het tijdschema kunnen we dan voortgaan naar de volgende spreker. Nogmaals dankjewel, Arnoud. Graag gedaan. En onze volgende presentatie gaat over de combinatie van ozon en in dit geval weer met ultrasound. Patricia Klevering, van technoloog bij Sweco, heeft hier een project naar gedaan, een pilotonderzoek uitgevoerd, met collega's natuurlijk. En zij zal de resultaten van dit onderzoek presenteren. Welkom, Patricia. Dankjewel, leuk. Ik ga vertellen over de combinatie van ozon en ultrasound. We hebben een verkennend pilotonderzoek gedaan op de zuivering Winterswijk van Waterschap Rijn en IJssel. En de pilotinstallatie was van Usonic. En ik heb dit onderzoek gedaan samen met Amanda Vierwind, mijn collega. Even iets algemeens over de technologie. De technologie is een buisreactor die je achter het effluent plaatst. Achtereenvolgens wordt het effluent met ultrasound behandeld, vervolgens met ozon en daarna weer met ultrasound. Je kan deze units of deze combinatie kan je meerdere keren achter elkaar zetten als dat nodig is.
Parallel daarnaast. Die ozon wordt ingebracht met een speciale gepatenteerde mixer. Dat zie je in dat plaatje een beetje. Maar door deze combinatie van ozon met ultrasound krijg je een efficiëntere ozonisatie. Dat betekent dat je ozondosering lager kan zijn om een vergelijkbare verwijdering te halen. En ook kan je een kortere verblijftijd hebben dan in een reguliere ozoninstallatie. En dat betekent dat de technologie een kleinere ruimtelijke voetafdruk heeft. En daarnaast is ook uit onderzoek gebleken dat je ook desinfectie hebt. Dat is niet een doel van dit onderzoek, maar is wel mooi dat dat ook gebeurt. Voordat we de pilot hebben uitgevoerd, hebben we een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Deze is gerapporteerd in het STOA-rapport uit 2020, nummer 24. In dit onderzoek is de technologie als veelbelovend bestempeld. En een van de belangrijkste redenen was dat het rendement van 95% gehaald kon worden op de verwijdering van de gitstoffen, de gitstoffen uit de lijst 2018. En dat was dan bij een ozondosering van 0,55 gram ozon per gram DOC. Wat lager is dan de 0,7 die we voor de conventionele ozonisatie hanteren. De samenvatting is dan ook dat het rendement en de CO2-footprint gunstiger zijn dan de referentie met alleen ozon en de kosten vergelijkbaar. Daarnaast is ook gerapporteerd dat er een aantal andere voordelen zijn. Namelijk dat deze dus modulair gebouwd kan worden, desinfectie heeft. Maar ook dat er een mogelijk positief effect is op de verwijdering van antibiotica-resistentie. Een verlaging van de ecotoxiciteit. We namen aan dat er een lagere bromaatvorming plaats zou vinden. En het mooie, maar ook niet voor dit onderzoek, is dat deze technologie ook gebruikt kan worden om complexere verbindingen af te breken. Dus bijvoorbeeld bij ziekenhuizen of industrie op kleinere schaal is dit best interessant. Dan het pilotonderzoek zelf. We hadden beoogd om 2 pilotinstallaties te gaan bedrijven op het effluent van de zuivering Winterswijk. De eerste, wij noemen die dus even de kleine pilot van ongeveer 1 kuub per uur. Daarmee wilden we 5 doseringen testen. We hebben daar een bromidespike toegepast tot 1 milligram per liter bromide, wat behoorlijk hoog is. En in deze pilotinstallatie gingen we micro's en bromaats testen. Vervolgens zouden we daarna een grote pilot gaan toepassen met 5 doseringen weer, met ook een duurproef. En in die duurproef zouden we ook de kilowattuur registraties doen. We zouden desinfectie meten, ecotoxiciteit. En dat allemaal vergelijken met de criteria die we uit de haalbaarheidsstudie, de conclusies van de haalbaarheidsstudie. De kleine pilot heeft plaatsgevonden in april 2022. Maar de grote pilot is helaas niet doorgegaan. Vanwege dat de pilotinstallatie niet beschikbaar was, omdat die in Duitsland nog draaide. En op een gegeven moment moesten we op RSD Winterswijk moest er verbouwd gaan worden. En ja, konden we qua tijd kwamen we niet meer uit. Dus is deze helaas niet doorgegaan. Dus ik zal nu vandaag alleen vertellen over de kleine pilot. Dus daar hebben we dus de microverontreinigingen gemeten en de verwijdering daarvan. En dan als je dat ziet, hier zijn alle microverontreinigingen, de gitstoffen uit 2018, weergegeven op de x-as en de verwijderingsrendement op de y-as. En alle kleurtjes, dat zijn de verschillende ozondoseringen die we gehanteerd hebben. Dus de laagste dosering is 0,16 geweest en de hoogste 0,7, wat dan vergelijkbaar is met de referentie. Als je heel snel kijkt, zie je dat bij de oranje staafjes, dus bij 0,35 al een behoorlijk goede verwijdering is van de meeste microverontreinigingen. En dat er daarna de verwijdering nog iets toeneemt, maar gewoon een beetje dezelfde hoogte blijft. Dat geldt dan voor de 2018 situatie, 2021 gitstoffen is het net iets anders.
Maar dat kunnen jullie nalezen in het STOA-rapport, wat nog gepubliceerd gaat worden. Hier even de samenvatting met het gemiddelde verwijderingsrendement van de nageschakelde stap, waarbij dan de beste 7 gitstoffen voor alle ozondoseringen zijn weergegeven. En er is dan onderscheid gemaakt tussen de gitstoffenpakketten 2018 en 2021. Als je dan kijkt naar het groene cirkeltje, daar zie je dat er een rendement gehaald wordt van 94% bij een dosering van 0,55 gram ozon per gram DOC. Dat is dus exact of bijna exact wat in de haalbaarheidsstudie ook als conclusie was gegeven. Dus eigenlijk is dat rendement is bevestigd in dit onderzoek. En dat betekent dat relatief gezien 7% hoger rendement gerealiseerd is bij een 20% lagere ozondosering. En dan vergelijk ik met de referentiesituatie. Als we nog meer vergelijkingen maken met de referentiesituatie die aan de rechterzijde is gegeven, dan kan je zien dat bij een vergelijkbare ozondosering, die 0,7 in de referentie, dat je 10-17% meer kan verwijderen. En als je dan ook nog het vergelijk maakt met de blauwe lijn, dan zie je dat als je een vergelijkbaar rendement wil halen als in de referentiesituatie je met een ozondosering van 0,35 voor de 2018 gitstoffen en 0,43 voor de 2021 gitstoffen kan hanteren ongeveer. Dan hebben we ook bromaat gemeten. Nou, dan is het heel belangrijk om te zeggen dat we het effluent van Winterswijk gespiked hebben met een bromideoplossing, zodat de bromideconcentratie ongeveer 1 milligram per liter was. En in deze resultaten zie je op de x-as de ozondosering en op de y-as de bromaatproductie. Het rode lijntje is de norm in oppervlaktewater. Daarnaast heb ik nog even de resultaten uit Aarle-Riksel genomen. Dat is ook in het STOA-rapport gepubliceerd. Om even te vergelijken met de rest. Dan hebben we in ieder geval een beetje vergelijk van wat doet onze pilot nu met de praktijk. En net als de conventionele ozon zien we dat die bromaatdosering of vorming laag is. Bij een dosering onder de tot 0,4 gram ozon per gram DOC ga je hoger. Hè? Bijvoorbeeld nu hebben we een roze cirkeltje gezet om de 0,7 dosering. Dan zie je dat die eigenlijk lager is in vergelijking met de laagste waarde bij de pilot van Aarle-Riksel. En dan moet je even goed zien dat het verwijderingsrendement of de bromaatproductie moet ik zeggen. Die assen zijn niet helemaal gelijk, de linker en de rechter grafiek. Dus eigenlijk kunnen we met de pilot bevestigen dat het verwijderingsrendement klopt. Hè, wat we hier in deze criterialijstje hebben gehanteerd bij de haalbaarheidsonderzoek. Voor de CO2-footprint en de kosten kunnen we wel zeggen dat we minder ozon nodig hebben en dus minder pure zuurstof. Maar de overige dingen wilden we nog onderzoeken. Bijvoorbeeld het energieverbruik wilden we graag onderzoeken in die grote pilotinstallatie. Dat is niet gelukt, dus we kunnen niet alles bevestigen uit de haalbaarheidsstudie. Dus als je dan kijkt naar de vertaling van deze pilot naar full scale, dan zou je zeggen, ja, we willen eigenlijk liefst nog een grotere pilotinstallatie uitvoeren, pilotonderzoek uitvoeren, om dus dat energieverbruik beter te onderzoeken, maar ook die andere parameters die daar staan. En dan kunnen we echt zeggen van de haalbaarheidsstudie conclusie van het is een veelbelovende technologie kunnen we dan bevestigen. Dus voor de opschaling naar demo of full scale is het toch wel wenselijk dat je dit pilotonderzoek gaat doen op die grotere schaal. Nou, dat was het. Bedankt voor de aandacht. Ja, dankjewel, ja. Patricia. Mooi verhaal ook weer. Dankjewel. Hè? Mooie resultaten. Dus in ieder geval minder ozonverbruik voor dezelfde prestaties en minder bromaatvorming. Jammer genoeg is de grotere pilot niet doorgegaan. Ja, heel jammer.
Maar we zullen eerst, gezien de tijd ook, meteen een poll instarten. En in dit geval is de vraag... vindt u de combinatie ultrasound en ozon een veelbelovende technologie die verder moet worden getest? De antwoorden zullen jullie ook gewoon in beeld weer gaan zien. Dus geef alsjeblieft een antwoord erop. En die behandelen wij dan straks nog eventjes. Kijken hoe iedereen daarin zit. De vraag aan Mirabella is weer van... zijn er vragen of opmerkingen vanuit de chat binnengekomen? Ik hoop deze keer wel. Ja, en ik moet even excuses aanbieden aan de mensen thuis. Want er ging hier iets mis met de technologie. Oh. Dus de vragen die gesteld werden, die kwamen hier wel centraal binnen. Maar niet hier op mijn mooie iPad. Oh. Dus ja. Naar aanleiding van de vorige poll hebben jullie reacties gegeven. En ik zou eigenlijk Robert daarvan voor willen stellen dat we die even bij de discussie behandelen. Dat waren de vragen aan Arnoud. Ja. En er zijn ook een aantal vragen binnengekomen voor Patricia. Ja. Ja, er waren mensen bij die grafieken, zagen ze voor sommige stoffen wat verwijderingsrendementen ontbreken. Die hebben heel nauwkeurig gekeken. Ja, dat klopt. Bij hogere ozondoseringen. En ja, dan denk je, hoe komt dat? Was dat dan nul? Nee, denk ik. Nee, dus... nee, dat was geen nul. Dat komt omdat wij... we hebben 5 doseringen getest. En er is gekozen, ook in overleg met het waterschap... om dan een gidsstoffenpakket te nemen met de 19 gidsstoffen, zeg maar, die we moesten meten. Maar ook een pakket die uitgebreider was, waarbij dus nog veel meer gidsstoffen of veel meer medicijnen zijn gemeten. Maar in dat pakket bleek later een 2 of 3-tal medicijnen uit onze gidsstoffenlijstje te ontbreken. Okay. Dus daar kwamen we te laat achter. Dus vandaar dat het niet ja. Je ziet dan niks, maar er zijn geen metingen geweest. Nee, dus je hebt niet bij alle ozondoseringen hetzelfde pakket uiteindelijk kunnen testen? Nee, dat klopt. Ja. Ja. Oké. En mensen zijn heel erg benieuwd naar dat ultrasoon. Want die geeft aan, ik heb ultrasoon met ozon getest. Ja. Maar wat doet ultrasoon alleen? Of kan je daar iets over zeggen? Of heb je dat getest? Dat hebben we... toevallig wel getest, maar ja, daar heb ik eigenlijk niet echt heel veel conclusies over. Want we hebben de pilot ook nog een keer uitgevoerd in het begin. En toen was er iets misgegaan met de ozondosering. Dus toen was er wel ultrasounddosering, maar geen ozondosering. Ja, volgens mij was er wel iets, maar heel weinig verwijdering. Ik weet het niet precies. Wat zou je idee zijn? Wat zou je gevoel zijn? Nou, niet echt, nee. Geen nee. effect? Nee. Oké. Okay. Het doet iets met de ozon en de opname van ozon. En misschien ook iets met grotere clusters die kleiner worden of zo. Maar niet, dat iets afbreekt, maar niet echt medicijnen verwijderen. Dus dat is niet de verwachting. Ja. Okay. Nee, het is echt puur dat het ultrasound zelf doet niets. Nee, maar het helpt de ozon eigenlijk. Die helpt ozon om zodat er meer... ozon in de oplossing gaat of uiteenvalt tot radicalen of sneller. Ja, en de deeltjes kleiner maakt. Ja, en dat die deeltjes, weet ik niet zeker of dat helemaal zo is. Dat zeggen ze in literatuur wel, maar ja, dat weet ik niet zeker. Maar van de ozon, dat positieve effect, dat zien we dus ook. Ja. Dus dat wel, ja. Maar goede vraag, ja. Ja. Het ziet er een beetje gek uit inderdaad in de grafiek. Ja. Meer vragen? Nee, het laatste ging meer over van hoe die ultrasoon en ozon dan samenwerkt. Maar dat heb je in feite aangegeven, dat daar het effect in zit. Ja. Ik kan een kort vraagje en hopelijk ook met een relatief kort antwoord. Ja. De grote pilot is niet doorgegaan, maar ik weet wel dat in Duitsland dat er wel testen mee gedaan worden en resultaten van zijn. Ja. Heb jij inzicht in wat daar verder uit gaat komen en... Ik heb niet. Ik heb tussentijds wel wat resultaten gezien. Want die pilot die wij heel graag wilden hebben op Winterswijk, die stond 30 kilometer verderop in Duitsland op een andere locatie. En die resultaten waren vrij positief wel. En ook in lijn met wat we gezien hebben tijdens de kleine pilot. Maar ja, we hebben gezegd, we doen een STOA-onderzoek en dat doen we conform alle STOA.
Dat we ook goed kunnen checken wat er gebeurt. En ja, dat is dat onderzoek daar dus niet. Dus vandaar dat we gezegd hebben, ja, wij rapporteren nu ook niks over dat onderzoek. Zij rapporteren zelf wel. En dat doen ze ook met een hogeschool of een universiteit. En dan, ja, die resultaten zijn nu in discussie met elkaar. Dus dat zal ook ergens, ik hoop eind van het jaar, maar misschien begin volgend jaar, zal daar ook een rapport van verschijnen in het Duits. Ja, dus in de toekomst leren we daar nog meer van. Kunnen we daar wel iets mee doen. Ja. Oké, dankjewel. Ik zal even nog kijken naar de antwoorden die op de poll gegeven zijn. Ik zie ze nog niet in beeld, maar nu wel, ja. Kijk. Vindt u de combinatie van ultrasound en ozon een veelbelovende technologie? Ja, zegt een heel groot deel van het publiek. 75% is het daarmee eens. Nou, misschien hebben zij dan nog interesse om een grote pilot-installatie Dat zou mooi zijn. Ja, dus zeker, ja. Als we kunnen achterhalen wie hierop geantwoord heeft. Nou ja, mijn contactgegevens staan ergens in de presentatie. Dus. Ja. Er zijn eigenlijk geen mensen die er geen interesse in hebben. Wel een aantal die het niet weten. Of een wat groter aantal die het niet weten. Ja. Maar een behoorlijk aantal die er best wel in geïnteresseerd is. Ja. Positief nieuws dus ook, Patricia. Ja. Dankjewel voor jouw bijdrage, voor jouw presentatie. En dan is het tijd weer voor de volgende presentatie. Dat gaat over het O3 stepfilter, wat getest is op Horstermeer. Op de RWZI Horstermeer, moet ik zeggen. Het project zal hier gepresenteerd worden door mijn waterschaps- of waternet-collega Manon Begger, technoloog bij Waternet. Verder denk ik weinig aan toe te voegen. Manon, heel veel succes met jouw presentatie. Ja, dankjewel, Robert. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over het O3 stepfilter. De resultaten van ons pilotonderzoek. Oh ja, ik moet zelf klikken. Eerst iets over het project en de opzet van O3 Step. Dan de resultaten en dan wat samenvattende gegevens over CO2 footprint en kosten. En een doorkijkje naar onze full-scale installatie die we op dit moment al aan het bouwen zijn. O3 Step staat voor de combinatie, logisch, want we hebben het over combinaties vandaag, ozon, maar dan met actief koolfiltratie en wel granulair actief kool. Dus de O3 staat voor ozon en step. Dat komt van het one-step filter wat wij op RWZI Horstermeer hebben staan. Daar zitten koolkorrels in, granulair, dat zijn koolkorrels. En we kunnen dus verschillende processen hebben met deze combinatie. Oxidatie door ozon en met de koolkorrels adsorptie van microverontreinigingen. Maar het one-step filter zoals we hem nu hebben staan op Horstermeer heeft ook verwijdering van nutriënten en zwevende stof. Nou, de onderzoeksvragen die wij daarbij hebben gesteld vooraf bij het pilotonderzoek is dat we een verwijdering van 80% van de medicijnresten wilden halen. Maar de nutriëntenverwijdering is net zo belangrijk. Want een one-step filters heb je staan omdat je nutriënten wil verwijderen en zwevende stof. Ons doel was om die verwijdering hetzelfde te houden. In ieder geval hetzelfde te houden. Beter is natuurlijk altijd fijn, maar in ieder geval niet verslechteren. Ook verlaging van het ecotoxicologisch effect met 50%. We wilden ook een standtijd verdubbeling hebben van het actief kool ten opzichte van alleen GAC-filter. Toen wij het full-scale filter hadden opgestart, toen bleek dat we een vrij korte standtijd hadden van de kool. En dat kwam op 15.000 bedvolumes uit ongeveer. En het doel van de ozon plaatsen voor een actief koolfilter is dan met name om die belasting op je kool te verlengen. Dus die standtijd van je kool te verlengen. Dus dat je minder vaak hoeft te regenereren.
De opstelling zag er zo uit, geplaatst op RWCT Horstermeer. Het pilotonderzoek hebben we overigens met verschillende partijen uitgevoerd. Witteveenbosch, Nijhuis, Norrit, TU Delft, STOA en natuurlijk het ministerie vanwege de subsidie. Het effluent uit de nabezinktank, en dat noemen we dan hier even afloop nabezinktank, hebben wij opgevangen, of in ieder geval hebben we gepompt naar de pilotinstallatie. Dus we hebben niet het water vanuit het full-scale one-step filter genomen, maar voordat het ook het one-step filter ingaat. Nou, dan hebben we eerst een, even mijn pointer. Dus uit die nabezinktank gaat het water eerst naar een ozonreactor met een contacttijd. Daarna een buffer om wat metingen op te hangen. Metaalzout en een methanoldosering, die zijn nodig voor de nutriëntenverwijdering in het one-step filter. En daarna, en natuurlijk zit hier de koolkorrel in, waar je de adsorptie van de microverontreinigingen hebt. En dan een filtraatbuffer en dan hebben we het effluent. We hebben een duurtest uitgevoerd. We wilden aanvankelijk een jaar lang testen om te kijken of we de standtijd van dat kool tot een jaar konden houden. Voordat we de duurtest ingingen, hebben we een fase gehad met een optimalisatiefase. En dat was voornamelijk om te bepalen met welke ozondosering we wilden werken. In de haalbaarheidsstudie hebben we een ozondosering gekozen. En dat was 0,7. Nou, daaruit bleek dat de combinatie wel rendabel was. Maar we wilden in de pilot toch wel even goed testen welke ozondosering nou nodig was. Nou, uit de testen kwam dat 0,4 gram ozon per gram DOC een goede dosering was. En die is ook redelijk laag, natuurlijk een stuk lager dan de 0,7. Dus dat was een mooie bevinding vanuit die optimalisatiefase. Dus daar zijn we begin juli 2021 mee gestart. Nou, de pilot heeft uiteindelijk gelopen tot oktober 2023. Dus dat is wel langer dan een jaar. Maar ik kom straks in het verhaal wel op wat er in dat jaar gebeurd is. We hebben na de ozondosering een gakfilter van 2,2 meter gevuld met koolkorrels. En de contacttijd in het kool, de empty bed contact time, EBCT, was 17 minuten in het koolbed. Nou, we hadden een meetpunt voordat het de pilot inging, na ozon. En na ozon is hetzelfde als ingang van het pilotfilter, het one-step filter. We hebben ook halverwege een meetpunt gemaakt op een kortere empty bed contact time. Dus op 9 minuten. En nou ja, na 17 minuten was dan de afloop van de pilot. Zo konden we ook in het koolfilter kijken van nou, is nou 17 minuten noodzakelijk als contacttijd of kan dat ook wat minder? De resultaten, het moet een overall rendement zijn van wat doet je zuivering zelf en wat doet de pilotinstallatie. En daarmee moet je 70% of 80% als je een hogere ambitie hebt halen. Dus overall zuivering. Wij wisten ook nog niet zo goed wat de zuivering zelf deed. Dus dat hebben we ook gemeten gedurende dat hele pilotonderzoek. En daar zie je hier de resultaten van. Dus de verwijderingsrendementen van de hoofdzuivering. Nou, die zijn heel erg wisselend. Je kan een gemiddelde eruit halen. Maar ja, als je gaat ontwerpen, dan moet je toch wel uitgaan ook van de worst case. Want ja, ook in de worst case situatie wil je nog steeds aan die 70% of 80% voldoen. Je ziet dat we soms wel 10% of 15% hebben gehaald. Dit is dan het verwijderingsrendement van de 7 beste stoffen. Dat staat er ook bij, van de 11 gitstoffen en de 7 beste daarvan. Dit zijn de rendementen alleen over het pilotfilter, of de one-step
en de ozon, dus de totale combinatie. Je ziet ook in het begin hele hoge verwijderingsrendementen, van bijna 100%. Naarmate de tijd wat duurde, zakt het een klein beetje naar beneden. Maar op een gegeven moment zie je daar dat grijze vlak en zie je dat verwijderingsrendementen toch wat lager worden. Daarna weer ietsje hoger, is weer een wit vlak. En daarna volgt weer een grijs vlak en dan zijn de verwijderingsrendementen een stuk lager. Nou, die grijze vlakken, dat betekent, het eerste grijze vlak, daar heeft de ozonreactor eigenlijk minder ozon ingebracht dan we wilden. Door een wijziging van instellingen was niet de bedoeling. Maar bleek achteraf gewoon dat we iets te weinig ozon hebben ingebracht. Nou ja, dan gaat je totale rendement natuurlijk ook iets naar beneden. Bij het tweede grijze vlak heeft de ozondosering helemaal uitgestaan. Vanwege technische storing. We hebben er toen wel voor gekozen om het actief koolfilter wel gewoon door te laten draaien. Om ook een beetje gevoel te krijgen van hoe snel raakt dat kool dan beladen in die periode dat je geen ozon hebt. Nou, je ziet dat rendement wel een stuk lager is. Hè, ongeveer 60%. Nou, na dat grijze vlak, de vlakjes bij 1 oktober, de balkjes, daar hebben we de ozonreactor weer aangezet. En wat leuk is om te zien, dat ook dat verwijderingsrendement gelijk omhoog gaat. Is natuurlijk logisch, want je hebt weer ozon aanstaan. Dan hebben we ook de rendementen van alle stoffen afzonderlijk. Nou, zo kun je eigenlijk per stof zien welke goed verwijderd worden. Dus welke binnen de 7 beste van de 11 zitten. Nou, opvallend is dat er veel stoffen hoog zijn, maar ook een paar echt wel een beetje lager. Hier is het verwijderingsrendement van de O3-step met de hoofdzuivering erbij. En dat is dan echt de hoofdzuivering Horstermeer. Dus niet een fictieve zuivering, maar met de echte getallen van Horstermeer. Je ziet in die grijze vlakken dat we bij een iets lagere ozondosering net halen de 80%. Dus in het begin doen we het heel goed, maar dan is het kool natuurlijk nog lekker vers. Hier. En later bij iets mindere ozondosering, de combinatie hoofdzuivering en nog wel verwijdering door het actief koolfilter, halen we nog wel de 80%. Leuk is hier om te zien dat we ook met geen ozondosering wel de 80% hebben gehaald. Maar op dit moment heeft ook de hoofdzuivering beter gepresteerd. Ja, daar kun je natuurlijk niet altijd van uitgaan van tevoren. En later hebben we de ozonreactor weer aangezet. En de laatste meting is een hele slechte meting van de RWZI. En ook niet een hele goede van de O3-step. Dus komen we heel laag uit. Hier de verwijderingsrendementen alleen van de ozondosering. 0,4 gram ozon per gram DOC. Nou, je ziet heel duidelijk dat in die grijze vlakken, het eerste grijze vlak, de verwijdering van ozon echt een stuk lager ligt. En het tweede grijze vlak hebben we geen verwijdering van ozon, want we hadden geen ozondosering. Hier dan alleen het GAC-filter. Dus na de ozon hebben we gemeten wat gaat er het GAC-filter in en wat komt er dan uit. Gewoon op de 17 minuten empty bed contact time. Nou, het begin heel veel verwijdering. En naarmate de tijd vordert zie je het ietsje verlagen. In deze fase dat je minder ozon doseert en in deze fase dat er geen ozondosering is, belast je natuurlijk het filter veel meer. Ja, die gaat dan ook slechter presteren. En later, als de ozondosering weer aanstaat, presteert het filter nog slechter, omdat hij 3 maanden lang met geen ozondosering heeft gewerkt. En bijna 3 maanden lang met een lagere ozondosering. Dus dan sta je hem eigenlijk zwaarder te belasten dan we
wilde. Dit is nog even kort halverwege het filter. Dus als je met een kortere empty bed contact time zou werken. Een ander onderdeel van ons onderzoek was bromide-bromaat verhaal. Nou, in de vorige verhalen hebben we gehoord dat bromaat ontstaat als je werkt met ozon, als je bromide in je aanvoerwater hebt. Nou, de eisen hebben we ook gehoord. Maar ook was bij onze start van het pilotonderzoek bromaat, nou ja, wel een issue, maar nog niet zo'n grote discussie. Gedurende het onderzoek is de eis voor oppervlaktewater gekomen. Dus toen zijn wij ook iets meer in het bromaatverhaal gaan duiken. Door te meten, wat komt er aan bromaat uit je ozonreactor en wat komt er dan aan bromaat uit het gakfilter? Nou, de paarse bolletjes is bromide in het aanvoerwater. En de i-as zitten aan de linkerkant. De blauwe bolletjes is bromaat na ozon met de x-as of de i-as aan de andere kant. En de groene bolletjes is bromaat na het gakfilter. Nou, en wat we zien is dat bromaat gevormd wordt na ozon, maar dat bromaat na het gakfilter helemaal weg is. Verdwenen kunnen we niet helemaal zeggen, want het is allemaal beneden de detectiegrens geweest. Maar ja, het is weer weg uit het water. Dus het gakfilter heeft de bromaat weer afgebroken. Nou, dan hadden wij niet zulke hele hoge bromide in het aanvoerwater. He, ongeveer 0,2, 0,25 milligram. Dus wij vroegen ons af, wat gebeurt er als we hogere bromideconcentraties in het aanvoerwater hebben? Kan het one-step filter dan ook nog veel bromaat verwijderen? Nou, hebben we een spike test gedaan. Hier zie je twee grafieken. De eerste grafiek is de gevormde bromaat na de ozonreactor afhankelijk van de hoeveelheid bromide in je aanvoerwater. Je ziet inderdaad als je hogere bromide hebt dat je meer bromaat krijgt. En de tweede grafiek is de verwijdering van gak. Verwijdering na het gakfilter van bromaat. Dan zie je dat we eigenlijk bij alle metingen, en ik pak de pointer, weer op die detectiegrens zitten. Dus ook bij iets hogere bromaatconcentraties het filter in, zie je verwijdering van bromaat. Nou, we hadden eigenlijk gehoopt dat we iets hogere bromaatconcentraties zouden hebben gehad na de ozonreactor. Nou ja, dat is helaas niet gelukt. Nou, hier wat andere parameters, want nu gaan we iets meer focussen op de DOC en de nutriënten. Nou, dit was onze online meting. We hebben de ozon gestuurd op onze online DOC-meting. Nou, hier zie je dat hij best wel wat wisselt. Hè. Hij piekt een beetje. Ja, je moet wel echt goed zorgen dat je meting schoon is, gekalibreerd is, zodat je daar goed op kan sturen. Nou, voor ozon zie je de blauwe lijn. En dat is eigenlijk de meting die we het beste hebben schoongehouden en gekalibreerd. En die zie je ook het stabielst zijn. Nou, de groene meting is vrij wisselend en die gaat aan het einde omhoog. Ja, dat is omdat de meting vermoedelijk vuil is geweest. Nou, nu de nutriëntenverwijdering. Een normaal one-step filter die moet denitrificeren. Dus die haalt nitraat uit het water. Gewoon door bacteriën die op de koolkorrels groeien. Hier zie je online meting, nou ja, de lijntjes en de stippen zijn de labmetingen. De hoogste is aanvoer en groen en geel zijn de online metingen en de labmetingen in de uitvoer. Nou, je ziet dat bijna al het nitraat verwijderd wordt. Dus
ook al heb je ozon ervoor, verhoog je het zuurstofgehalte in je aanvoer naar je one-step filter. Maar dan is het nog steeds mogelijk om je filter denitrificerend te krijgen. Maar daar heb je natuurlijk wel een methanoldosering voor nodig. Je hebt extra voeding nodig voor de bacteriën om toch uiteindelijk eerst de zuurstof te verbruiken, maar dan toch ook de nitraat te gaan pakken. We hebben ook verschillende stikstoffracties gemeten om te kijken of dit... welke fracties verwijderd worden met een ozon en een actief koolfilter. Nou, in het filtraat zie je wel echt een verlaging. En dat komt natuurlijk met name door die verwijdering van het nitraat. Maar we hebben gezien dat we ook ietsjes betere stikstofverwijdering hebben gehad dan het full-scale pilot filter of het full-scale one-step filter. Fosfor, hetzelfde verhaal, lijntjes online en de labmetingen, de puntjes. Ook hier zie je dat we vrij lage fosfaat hebben in de afvoer van het filter. De aanvoer van fosfor is eigenlijk ook al erg laag. De hoofdzuivering deed het op dit moment ook al erg goed. Maar onder de 0,15 kom je met zo'n actief koolfilter. Ook hier de fracties van fosfor. Welke fracties kun je nou verwijderen? In welke stap? Nou, opvallend ook met het vorige plaatje van stikstof is dat je niet zoveel verwijdert na ozon. Is ook wel logisch. Maar in het filtraat, dus na het gakfilter, zie je een flinke daling. Voornamelijk in je opgeloste fosfaat, PO4. Hier Ecotox. Verlaging van de Ecotox was ook een doelstelling, 50%. Eerste balkje is het effluent, afloop na bezinktank. Tweede balkje is na ozon. En het derde balkje is na het actief koolfilter. We hebben verschillende metingen gedaan. Die staan daaronder welke metingen we hebben gedaan. Het eerste plaatje, daar zie je nog het donkergele balkje in. Dat is de NRF2 meting of test. Dat staat voor oxidatieve stress. Nou, het is logisch als je met ozon werkt dat er na je ozonbehandeling een hogere oxidatieve stress is. Nou, wat mooi is om te zien dat het na dat gakfilter ook weer bijna verdwenen is. En het tweede plaatje laat even de resultaten zien zonder die oxidatieve stress test erin. Nou, dan zie je dat de ozon al flink verlaagt en het gakfilter daar nog ietsje aan toevoegt. CO2 en de kosten. Nou, de uitgangspunten, ik loop ze niet allemaal door, maar wat belangrijk is als je wil gaan rekenen met CO2 en met kosten, is hoeveel bedvolumes kun je halen met het gakfilter. Die hebben wij gesteld op 35.000. Dat hebben we niet helemaal kunnen aantonen in de pilot, omdat een tijd lang natuurlijk de ozon niet gewerkt heeft. Ja, dan ben je eigenlijk al niet meer representatief aan het testen, want je bent je gak veel zwaarder aan het belasten. Maar uit beredeneringen en modelleringen hebben we dan zijn we toch tot 35.000 gekomen. Daarop hebben we de berekening gedaan en met een ozondosering van 0,4. Nou, dit is dan de grafiek. Eerste grafiek is een CO2 footprint van alleen het O3-step filter als je hem gebruikt voor medicijnrestenverwijdering. En dan zie je dat we ongeveer op 21.000 ton CO2 per jaar komen. Het tweede grafiekje is het O3-step als je hem eigenlijk gebruikt zoals je hem bouwt. Je gaat niet een O3-step bouwen als je alleen maar medicijnresten wil verwijderen. Want juist de meerwaarde van het gakfilter, het stepfilter in dit geval, is dat je daar ook die nutriënten kunt verwijderen. Nou, en dan zie je dat eigenlijk maar een klein stapje meer in CO2-footprint je ook de nutriënten kan meenemen.
Nou, hier de samenvattende tabel. Zoals jullie bij de andere pilot ook hebben gezien. Ook weer even alleen micro's. En het tweede kolommetje, of eigenlijk het laatste kolommetje. De O3-step als je hem ook beschouwt, inclusief de nutriënten. Nou, dan zie je dat ongeveer een O3-step gebouwd kan worden voor 15 cent per kuub behandeld water. Als je hem alleen gebruikt voor micro's en daar nou ja, een paar cent bij komt als je daar ook nutriënten voor bij wil verwijderen. Nou, we hebben het verwijderingsrendement op 80% gesteld. In het begin, als je met vers kool werkt, is dat natuurlijk een stuk hoger. Maar op een gegeven moment moet je je kool gaan reactiveren. En ja, moet je een moment kiezen wanneer ga ik mijn kool reactiveren. Dus vandaar dat wij gezegd hebben 80%. Maar als je met deze techniek 90% wil halen, wat kan. Maar dan moet je het kool eerder reactiveren. En dan komt het kostenverhaal er natuurlijk iets anders uit te zien. En ook de CO2. Doorkijk je naar full scale, laatste sheet. Het one-step filter hadden we al staan op Horstermeer. Na de goede resultaten van het pilot filter hebben we besloten om gelijk door te gaan met de bouw van een full scale ozon. Die plaatsen we voor het bestaande gakfilter. Hij wordt volop gebouwd. We zijn januari 2024 klaar. Hij gaat 1700 kuub per uur behandelen. We krijgen twee straten, twee generatoren. We gaan werken met 12 minuten contacttijd bij 1700 kuub per uur. Nou, 1700 kuub per uur is ietsjes hoger dan de DWA aanvoer. Dus ja, we zullen max of een minimaal 12 minuten hebben, maar in veel gevallen ook iets hoger als de aanvoer wat lager is. We doseren 0,4 gram ozon per gram DOC en we gaan werken met een online sturing op de dosering. En dat kan zijn op een DOC-meting of een UV-254. Nou, hier nog een paar foto's van de bouw. En dit was mijn verhaal. Bedankt voor jullie aandacht. Ja, dankjewel Manon voor deze presentatie. En als ik het zo zie, dan is het in ieder geval een succesvol onderzoek geweest. Want jullie zijn meteen al bezig om hem full skill te gaan bouwen. Ja, dus, klopt. Ja, heel mooi. Ja. Ja. We beginnen gewoon weer met de poll, zoals gebruikelijk. Zou je, net als Manon, een O3 step filter op jouw zuivering willen gaan toepassen? De poll en de antwoorden zullen bij jullie in beeld komen. Dus het verzoek weer om het gewenste antwoord aan te vinken. En dan stap ik eigenlijk direct naar Mirabella toe met de vraag van of er vragen via de chat zijn binnengekomen. Ja, er zijn vragen voor me. Mooi zo. Ja, hij werkt in ieder geval. Ja, ja, gelukkig. Ik wil zeggen, dat is al. Ja. Er is een vraag over de zuurstofconcentratie in het gakfilter. Ja. Je hebt dat een aantal keren aangestipt in verband met de nitraatverwijdering. Maar misschien kan je toch nog het even heel goed uitleggen. Want mensen vragen, wat is nou zuurstofconcentratie voor en na? Is het een aeroob filter? Ja, oké. Okay. Dat je nog even wat gedetailleerder uitlegt hoe het in elkaar zit. Ja, prima. Nou, we meten zuurstof voordat het de ozonreactor ingaat. En dat is het water wat uit de nabezinktank komt. Dat bevat in het geval van Horstermeer al best wel wat zuurstof. Al 7 milligram per liter. In de pilot hebben we gezien dat we na ozon wel 25 milligram per liter aan zuurstof in het water hebben. En ja, in principe als je wilt denitrificeren, wil je een anoxisch filter hebben. Dus dan wil je de vrije zuurstof eruit hebben. En ja, dan moet je dat dus eerst wegwerken met de bacteriën in dat filter. Nou, die hebben voeding nodig, dus daar moet je methanol voor doseren. Dat is geen ideale combinatie. Dus daarom hebben we voor de full scale ook bedacht dat we een veel lager zuurstofgehalte willen in de afloop van de ozon. Dus in de aanvoer naar het gakfilter.
En dat gaan we maken uit buitenlucht. Dus we gaan direct ozon maken uit de buitenlucht. Dus niet uit pure zuurstof, want anders is de concentratie aan zuurstof in je gasflow die je water inbrengt heel hoog. En als we het maken uit buitenlucht, zit daar voornamelijk stikstof in. En resultaten van de leverancier gaat het zuurstofgehalte iets van 11 milligram per liter worden. Nou, dat is een heel verschil met 25 milligram per liter. Ja. Dus ja, voor de full scale gaan we iets omhoog van 7 milligram per liter naar 11 milligram per liter zuurstof. Ja, daar heb je veel minder methanol voor nodig. Oké. Duidelijk. En er is een detailvraag over de verschillende fracties van fosfaat. Ja. Iemand geeft aan van, vorige keer bij het pak- en doekfilter was er een verandering in de DOP-fractie. Ja. Hier zie je dat niet. Kan je dat verklaren? Nou, ik kan het verklaren omdat wij dachten dat ook dat zou gebeuren na ozon. Maar we hebben eigenlijk te weinig metingen gedaan om goed te kunnen vaststellen dat het niet gebeurt. Okay. We hebben een hele lichte verlaging gezien, maar dat kun je op de metingen die we nu hebben, zou ik dat niet zo durven zeggen. Dus dat is zeker wat we full scale heel veel gaan onderzoeken. Oké. Okay. Ja. Dat waren de belangrijkste vragen, Robert. Oké, ja. Nou, dan stappen we nog even naar de resultaten van de poll toe. En de vraag was van, zou je het O3-stepfilter in een zuivering willen toepassen? En ik zie al dat er best wel wat mensen zijn die dat inderdaad willen gaan doen. 20% wil dat wel gaan doen, met name vanwege de beperktere bromaatvorming. Misschien zelfs wel de mogelijkheid om bromaat ook te verwijderen. Hè? Ja. Dat is een heel mooi inzicht wat verkregen is. Een andere, 40% van de mensen zegt van ja, ik wil dat wel gaan doen, omdat ik dan tegelijkertijd ook zowel micro's als nutriënten kan verwijderen. Niemand wil het niet doen, omdat er actief kool gebruikt wordt. Een aantal willen het gaan doen. Ze gaan het niet doen vanwege andere technologieën die ze eigenlijk aan het verkennen zijn. Of ze weten het nog niet. Schoot me net een vraagje nog te binnen hoor, van de verwijdering van micro's in dat stepfilter. Kan je nou aangeven dat het voornamelijk adsorptie is, dus aan het actief kool? Of speelt er toch ook nog een biologische afbraak mee? Of is dat heel moeilijk te zeggen? Nou, we kunnen dat nog moeilijk zeggen. Vermoedelijk zijn het de twee combinaties samen. Maar we hebben eigenlijk tekort gedraaid om te zien of op een gegeven moment die verwijdering stabiel blijft. En niet meer alleen maar adsorptie is, maar ook microbiologische afbraak. Maar we hopen dat in de full scale allemaal. Dus eigenlijk willen we gewoon een kopie maken van wat we in de pilot hebben onderzocht, ook op de full scale te onderzoeken. Ja. En dan komen we er hopelijk achter. Ja. Ja. Dus komende jaren gaan we nog steeds gaan een nog hoop verder. Nieuwe dingen ja, leren. Ja, ja. Ja. Hartstikke bedankt Manon voor jouw bijdrage en voor je presentatie. En dan gaan we snel weer naar de volgende presentatie toe. Dat is ook meteen de laatste. Even kijken op mijn lijstje hoe het ook weer heet. Ja, geozond water. Het project geozond water. Martin Spruit van PWNT is bezig geweest met dit project. En hij is technoloog bij PWNT. Projectleider van dit project ook. En hij gaat ons meenemen door het project heen. En door de resultaten die verkregen zijn. Welkom Martin. Dankjewel. En heel veel succes met de presentatie. Dankjewel Robert. Bedankt ook voor de uitnodiging. In deze flitsende studio live vanuit Amersfoort. Mijn naam is Martin Spruit. Ik ga iets vertellen over het geozond project. Dit is een samenwerkingsproject met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, drinkwaterbedrijf PWN en PWNT, waar ik ook werkzaam ben. Binnen geozond hebben we onderzoek gedaan naar ozonisatie, coagulatie en keramische microfiltratie voor hoogwaardig hergebruik. Dus in die zin zijn we een beetje de vreemde eend in de bijt als het dan gaat om dat hoogwaardig hergebruik.
Ja, dus voor de context, hoogwaardig hergebruik, ozon, keramische microfiltratie, zullen we eerst iets over de aanleiding van dit project moeten hebben. En daar gaan we naar de waterketen in Noord-Holland kijken. We zitten in Noord-Holland, einde indirect van de rivier de Rijn. Het IJsselmeer wordt daarmee gevuld. Als het gaat over zoetwater in Noord-Holland, dan is er een afhankelijkheid zowel bovenstrooms, zowel in kwaliteit, maar ook in kwantiteit. En als je dan kijkt naar die watervoorziening van drinkwaterbedrijf PWN, dan zie je drie keer staan oppervlaktewaterzuivering, oppervlaktewaterbehandeling voor zowel drinkwater, voor duininfiltratie en voor proceswaterindustrie. Als we dan kijken naar de effecten van klimaatverandering, dan zien we dat de bron onder druk staat. We hebben periodes van droogte, dat betekent hogere belasting of hogere concentratie van organische microverontreinigingen, maar natuurlijk ook wat betreft ionen. En hier zien we de verdringingsreeks. Dus als we het hebben over die drinkwatervoorziening, ja, als er een officiële periode van droogte is, en die is er reeds geweest in 2018, 2022, dan heeft in die verdringingsreeks drinkwaterproductie een hogere prioriteit dan de voorziening van industriewater. En dat maakt dat hergebruik heel relevant is om daar scenario-studies naar te doen. En laten we eens wat verder inzoomen op provincie Noord-Holland. In het oranje stippeltje ziet u RSD Werwershoofd. En dat is een RSD die effluent loost op het IJsselmeer. En in dat effluent zitten allerlei stoffen, verontreinigingen, zoals medicijnen, maar ook microplastics, antibiotica-resistente bacteriën, etc. En een paar kilometer verderop is het innamepunt voor PWN om drink- en industriewater van te maken. Dus het is aan PWN ook gelegen om vanuit het oogpunt van bronbescherming te kijken wat we kunnen doen aan dit dossier van microverontreiniging. Als we dan gaan kijken naar hergebruik in Nederland, nou, dan hebben we inmiddels geleerd dat het ministerie van Infrastructuur en Water, maar ook vanuit de EU, erop aandringt om een industriewijde aanpak te hebben van medicijnrest. En de huidige focus is met name op die 70 of 80% in de EU-richtlijnen voor bepaalde gitstoffen van medicijn. Maar als we werkelijk na gaan denken over hergebruik, dan kunnen we natuurlijk al concluderen dat alleen het verwijderen van die gitstoffen voor een 70-80% niet genoeg is om tot een hoogwaardige kwaliteit van water te komen. Ja, dus we moeten ook kijken naar pesticiden, naar andere medicijnen, natriumgitstoffen, naar microplastics, naar antibiotica-resistente genen, protozoa, bacteriën, virussen. Het hele palet van microverontreinigingen moeten we in beschouwing nemen. En om al die verontreinigingen aan te pakken, zullen we aanvullende technologieën nodig hebben, niet een standalone technologie, om dat spectrum van verontreinigingen aan te pakken. Als we dan kijken naar hoogwaardig hergebruik wereldwijd, we zijn niet de enige hiermee bezig, dan zien we vaak in zulke soort hergebruikscenario's dat membranen worden toegepast in dit processchema. En in deze studie was het doel om een multibarrière hergebruikscenario te ontwikkelen. Maar waar moet je dan naar kijken? Wat is dan de waterkwaliteit die je wil bereiken? Nou, daarin hebben we gekeken naar de situatie in Noord-Holland. Wat is de watervoorziening daar? We zien dat de bron voor het water in Noord-Holland is het IJsselmeer. En van dat IJsselmeerwater wordt met conventionele behandeling wordt WRK-water gemaakt. En dit WRK-water is flexibel in zijn applicatie. Dus je ziet dat WRK-water wordt gebruikt voor industriewater, maar WRK-water wordt ook verder behandeld om demiwater van te maken en ook voor duininfiltratie drinkwater van te maken. En in deze studie hebben we gezegd, de huidige situatie is dat het IJsselmeer de bron is voor WRK-water, maar laten we eens een scenario ontwikkelen waarin we geavanceerde zuivering hebben van RSD-effluent om vervolgens WRK-water te maken, om zo een handvat te hebben voor een hergebruiksscenario. Dus wat is het processchema waar we het over hebben?
effluent van RZI Wervershoofd, dat is het bron voor hergebruik. Ozonisatie voor de afbraak van medicijnen, maar ook in combinatie met de keramisch membraan voor fluxverbetering. Coagulatie voor de verwijdering van gesuspendeerde stoffen en fluxverbetering. En de keramische microfiltratie dient dan om de gesuspendeerde stoffen te verwijderen, maar ook microplastics en microbiologische parameters. Laten we eerst eens kijken hoe ziet het er dan uit voor ozon, de afbraak van medicijnen. Daartoe hebben we verschillende pilotstudies gedaan. Dus we zien hier links een bellokolom op labschaal. In het midden een bellokolom op pilotschaal, zo'n 100 liter per uur. En er is ook een grote pilot circulair geweest met een Venturi inbrengsysteem. Ja, dus er zijn op verschillende TRL-levels en met verschillende inbrengtechnieken is er gekeken naar die afbraak van medicijnresten. Als we dan kijken naar kunnen wij die 70% afbraak van 7 van de 11 gitstoffen realiseren? Ja, dat kan. We zien hier in de linker grafiek op de x-as de gitstoffen waar het om gaat en op de y-as de afbraak. En je ziet dat bij ozondoseringen van onder de 1 staat het 1 ozon DOC, je meer dan 70% verwijdering hebt voor 7 van de 11 gitstof. Datzelfde geldt overigens ook voor een Venturi systeem. Ook dan kun je die 70% afbraak realiseren. En overigens geldt dit bij deze ozondoseringen dat je nog geen bromaatvorming hebt. Maar goed, we hebben het hier ook over hergebruik. En dan is die 70-80% lang niet altijd genoeg. Dus hebben we ook gekeken, wat gebeurt er nou als je die ozondosering verhoogt om op maximale verwijderingspercentages van medicijnen uit te komen? En we hebben geconcludeerd, ja, die eisen voor hergebruik die kunnen worden gehaald als het gaat over die afbraak van medicijnen. Dus dan hebben we het zowel over bellokolom ozonisatie en ook over Venturi ozonisatie. Er is één maar uiteraard. Ja, we kunnen afbraak van medicijnen realiseren, ook bij hoge ozonisering hoger dan 95%. Onder de 1 ozon DOC geen bromaatvorming, maar daarboven ja, dan krijgen we substantiële bromaatvorming. Daar is het hier vandaag ook al vaker over gegaan. Daar moeten we wat mee. Als we echt met ozon maximale afbraak van medicijnen willen hebben, dan zul je handvatten moeten hebben om dat probleem van bromaatvorming te tackelen. En daartoe is Advanced Oxidation proces ozonperoxide is verkend. Wat zien we dan hier? Wat zijn de resultaten daarvan? We hebben voor verschillende inbrengsystemen ozon AOP toegepast. Hier dat grafiekje links zie je op de x-as de peroxide-ozonratio. Allen bij dezelfde ozondosering. Dus stel je hebt een bepaalde ozondosering en je hebt substantiële bromaatvorming van rond de 18 microgram per liter. Dat is zeer problematisch, ook als je naar de bromaannorm kijkt. Maar je ziet al dat als je peroxide toevoegt in een ratio 0,25 staat tot 1, dat je de bromaatvorming best wel kan reduceren. En hoe meer peroxide je toevoegt, hoe lager de bromaatvorming wordt bij eenzelfde ozondosering. Eenzelfde soort trend zie je in de rechtergrafiek voor Venturi ozonisatie. Maar daar zie je dat je hogere concentraties van peroxide nodig zult hebben om de bromaatvorming te reduceren. Dus dat betekent dat ozon AOP effectief is in het beperken van bromaatvorming. Maar dat verschilt ook per ozoninbrengsysteem. En dan gaan we kijken. We hebben veel geleerd van de ozon wat betreft afbraakmedicijn en bromaatvorming. Als we kijken naar hoogwaardig hergebruik, hoe verhouden coagulatie en keramische microfiltratie daartoe? Allereerst, ozon zeer bekend om medicijnresten af te breken. Dat membraan hebben we nodig om microbiologische parameters te verwijderen. Maar ozon zou ook potentieel kunnen worden ingezet om de flux, dus de hoeveelheid water die je kunt produceren met de membraan, kan worden verbeterd. En is het concept nou helemaal nieuw? Nee, vanuit de drinkwaterwereld kennen we dit al. Sterker nog, er is al een full-scale plant in Singapore opgeleverd. Een paar jaartjes geleden, mei 2019, waarbij er sprake is van ozonvoorbehandeling en keramische membraanfiltratie.
waarbij er ook daadwerkelijk ozon op het membraan overblijft. En wat ik hier als voorbeeld wil laten zien, is dat die ozonstap voor dat keramische membraan niet alleen kan dienen om oxidatie te hebben van microfrontreinigingen, maar dat ook kan worden gebruikt om de prestatie, de permeabiliteit, de hoeveelheid water die door het membraan gaat, te verbeteren. Want in dat zwarte cirkeltje zie je dat als je die ozon uitzet, dat de permeabiliteit op de i-as sterk gereduceerd wordt. Ja, dus je kunt minder water produceren. Terwijl als je die ozon weer aanzet, zie je dat die permeabiliteit van het membraan sterk wordt verhoogd. Dus toen was de vraag, oké, we kennen dit proces vanuit de drinkwaterwereld. We zijn bezig met ozon op Wervershoofd. We willen gaan voor hoogwaardig hergebruik. Maar kunnen we die ozon met keramische membraanfiltratie zodanig combineren dat we zowel afbraak van medicijn hebben, maar ook fluxverbetering? Daartoe zijn verschillende pilotstudies gedaan, waarbij een membraan is gebruikt, een keramische membraan met een porigrootte van 0,1 micrometer. En er zijn verschillende voorbehandelingen getest. Ozonvoorbehandeling, coagulatievoorbehandeling en een combinatie van die twee. Wat we dan zien als we gaan kijken naar de membraanprestatie, dan zien we dat als je geen voorbehandeling zou hebben, dus als je dat effluent direct op het membraan zou leiden, ja, dan heb je te maken met een proces dat niet heel duurzaam is, dat ga je niet heel lang volhouden. En op de X-as zie je een 24-uurs test. Op de Y-as zie je de transmembrane pressure. Dus dat zegt iets over de weerstand die het membraan biedt. En al bij 80 liter per vierkante meter per uur zie je dat de transmembrane pressure stijgt. Ja, dus dit is, als je dat vergelijkt met als je ozon toepast voor het membraan, zie je dat je veel hogere fluxen kan bereiken. Dus veel meer water kunt produceren met je membraan. En je ziet dus dat in vergelijking met geen voorbehandeling dat je fluxen van 227 liter per vierkante meter per uur haalt ten opzichte van een 80 of 100. Coagulatie is ook gebruikt als voorbehandeling. En je ziet ook dat dat de prestaties van het membraan verbetert. Niet zoveel als ozon alleen, maar het heeft wel een substantiële effect op de prestaties van het membraan. Als je dat dan combineert, dan kom je op de hoogste fluxen uit. Dus daarmee toon je aan dat je ozon kunt behandelen voor afbraakmedicijnen, maar ook in combinatie met coagulatie, dat je een stabiel membraanproces kunt bereiken. Want dat is belangrijk voor het membraanproces. Voorbehandeling is belangrijk, anders zullen je membranen te snel vervuild worden. Moet je het schoonmaken, heb je downtime. Dus dat is geen robuust proces. Wat we ook hebben geleerd over de membraanprestaties, dat een leerpunt is dat droogweersituaties nogal kunnen verschillen met regenweersituaties. In het bovenste grafiekje droogweeraanvoer, RSC werkt goed, geen slipuitspoeling, een stabiel proces, geen verhoging van de druk door het membraan, de transmembrane pressure. Maar als je in sommige regensituatie komt waarbij je uitspoeling hebt van slipdeeltjes, ja, dan gaat het membraan over zijn nek. En dat zul je toch moeten ondervangen als je dit zou toepassen op een RSC. Wat betreft waterkwaliteit, microbiologie is erg belangrijk als je kijkt naar dat membraan. We zien hier twee voorbeelden uit de studie van het monitoringsprogramma E. coli en ook antibiotica-resistente bacteriën. Wat we hier zien als trend is dat als je naar de blauwe balkjes kijkt als influent voor ozon, rode balkje is na de ozon en het groene balkje is na het keramisch membraan. Verwijdering van bacteriën of afbraak van bacteriën wordt deels bereikt door ozon, maar keramische membraanfiltratie is noodzakelijk voor de verdere verwijdering. En dit komt overigens ook al wel overeen met de eerdere resultaten van de haalbaarheidsstudie. En dit geldt zowel voor E. coli bacteriën, maar ook voor de antibiotica-resistente bacteriën. Als we kijken naar bioassay-respons, zien we dat door de hele trein heen ozon vaak niet genoeg is om op de gewenste waterkwaliteit te komen en dat de hele trein in het algemeen de biologische effecten worden verminderd.
Dan gaan we naar wat kost dat en wat voor CO2-footprint heeft dat. Dan komen we natuurlijk ook wel een beetje in de situatie appels en peren. Referentietechnologie is het doel om medicijnresten af te breken. Daar waar het concept geozon, het gaat over hoogwaardig hergebruik. Dus je doet aanvullende inspanningen om op een bepaalde waterkwaliteit te komen. Dus ja, daar komen CO2's en extra kosten bij. Als we dan concluderen, dan kunnen we zeggen, vanuit het geozonproject, die omzetting van gitstoffen, dat is voor de verschillende ozoninbrengsystemen, is het mogelijk om die 70% te kunnen halen. Als je hogere omzetting van medicijnen wil bewerkstelligen, dan zul je een groter risico lopen op bromaatvorming. Als je dat wil beperken, die bromaatvorming, dan is ozon-AOP zeer geschikt. Het is effectief, maar, en dat is goed om te beseffen, dat verschilt ook per ozoninbrengsysteem. Ja, dus de verblijftijd en dispersie van ozon kan grote invloed hebben op die bromaatvorming. En als we dan kijken naar het hoogwaardig hergebruik, nou, dan zijn er voldoende handvatten om dat hergebruik te bereiken. Als we kijken naar microbiologische parameters, dan zijn die vergelijkbaar of zelfs beter dan het WRK-water in Noord-Holland. Het behandeld RST-effluent is in potentie geschikt voor verdere UFRO-toepassing. En het niveau van ionen, als we dan kijken naar bijvoorbeeld een gloeiend sulfaat, ja, dat voldoet niet altijd aan de eis van industriële toepassing. Dus dit hele concept moet je in de hele context van hergebruik zien. En ook kijken naar wat de toepassing van het hergebruik dan zou zijn. Een blik op de toekomst. Het concept, de technologie ozonkeramische membraanfiltratie, wordt voor drinkwater al full-scale toegepast. Voor het RST-effluent case hebben we TRL level 6 gerealiseerd. Als het gaat over die procestrein, dan moet er nog aandacht zijn voor de robuustheid van die procestrein, met name voor regenweeraanvoer bij uitspoeling van slipdeeltjes. Als het gaat om bromaatvorming en het beperken daarvan, dan is de plaats en de hoeveelheid van peroxide is relevant. Regelgevingskader is in ontwikkeling. Terwijl we dit project deden, kwam die bromaatnorm. En het is, als we kijken naar hergebruik, goed en belangrijk om al die andere microfrontreinigingen ook in beschouwing te halen. En wat we hebben geleerd, dit thema, hergebruik, technologie, maar ook de waterketen, ja, dat moeten we samen doen. Een mooie uitkomst van dit project is dat we samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met Drinkwater PWN hebben gewerkt aan ozonisatie. Inmiddels is er een ozon demonstratieplant geopend in Wervershoofd met 3 verschillende inbrengsystemen met een schaalgrootte van rond de 700 kuub per uur. En dat is denk ik een hele mooie uitkomst van samenwerken in de keten. Dan wil ik graag nog PWN HNK bedanken, maar ook alle studenten die hebben gewerkt aan deze pilotstudies. En dokter Joop Kruithof met zijn advies en natuurlijk IPMV STOA. En daarmee ben ik aan het eind gekomen en dank ik u voor uw aandacht. Dank u wel. Ja, Martin, jij ook bedankt voor jouw presentatie. Mooi verhaal. Ik zie dat we enorme hoge verwijderingsrendementen kunnen halen. En ziet er allemaal positief uit. De nodige nieuwe inzichten ook weer gekregen. Dus daar zal straks waarschijnlijk nog wel even over doorgepraat worden. Wou nu eerst naar de poll toe gaan. En dat is eigenlijk weer een beetje een vergelijkbare poll als de voorgaande keren. Van, zou je erover na gaan denken om geozond, of dus ozon plus keramische nafiltratie, in de zuivering toe te gaan passen? U ziet als het goed is de pollvraag weer in beeld en de antwoorden. Dus het verzoek weer om ze in te vullen. Ook nu weer zijn er wellicht vragen binnengekomen via de chat. Mirabelle, heb jij... Ja, ik heb een aantal vragen voor Martin binnengekregen. Over het membraan en de membraanvervuiling die je aangaf. Of eigenlijk, je gaf de membraanprestatie aan. Hè? Mensen vragen zich af, die vervuiling van het membraan, was die reversibel? Of hadden jullie ook af en toe te maken met onomkeerbare vervuiling of veroudering van de membranen? Ja, dus normaal gesproken wil je voorkomen
dat je membraan zodanig vervuilt dat je helemaal uit operatie moet en vervolgens de hele boel moet, dat heet cleaning in place, moet doen. Wat we hebben gezien, als je een goede voorbehandeling hebt, dan is het reversibel, de vervuiling. Oftewel, dan kun je die irreversibele vervuiling, die kun je mitigeren. Dus dan heb je een voor langdurige periode, kun je dan draaien. En dan op een wenselijk niveau dat je op een gegeven moment bijvoorbeeld na een half jaar of theoretisch na een jaar dan een cleaning in place zou moeten doen. Maar, en dat is natuurlijk de maar, dat proces komt heel nauw. Dus je moet altijd ervoor zorgen dat je ozon in combinatie met coagulatie dan een goede voorbehandeling is op je membraan. En dan zeg je eigenlijk dat cleaning in place, zeg maar, wat wij gewend zijn bij RWCT effluent behandelen met membranen, hè, dat je met chemicaliën aan de slag moet periodiek. Ja. Dat je dat eigenlijk kan voorkomen tot misschien wel periodes van een jaar, hoor ik je zeggen. In theorie, ja. Ja. Ik zeg niet dat we dat in deze pilotstudie zo hebben gedaan. Maar het mooie is wel dat als je je membraan zodanig vervuild is dat wij hebben gezien dat je een cleaning in place met ozon kan doen. Dat die heel effectief is om je membraan schoon te maken. Dus dan zit je niet in de weer met allerlei andere chemicaliën. Nog beter. Oké. En deze vraag die lees ik gewoon voor. Is er een verklaring waarom verschil is in bromaatvorming bij de verschillende dispersietechnieken? Ja, leuke vraag. Het is een observatie dat we hebben gezien dat er verschil is tussen Bellocolum Venturi. Ja. Ik denk dat het heel goed is dat nu die demonstratieplant in Wervershoofd is geopend. En want wat je daar gaat zien is dat je op grote schaal met geoptimaliseerde inbrengsystemen het verschil gaat zien. En als het goed is ook meer daarover te weten komt. Kijk, ik denk dat het uiteindelijk is het ook een kwestie van efficiënte massatransfer van ozon in het water. Het zou kunnen dat als je een Venturi-systeem hebt, dat je een efficiëntere ozoninbreng hebt en lokaal ozonconcentraties wat leidt tot bromaatvorming. Maar ik denk dat we op basis van deze studie nog niet te voorbarig moeten zijn en een van de dispersiesystemen af moeten beschouwen van nee, daar gaan we niet mee verder. Maar het is denk ik wel gewoon heel belangrijk leerpunt voor de hele ozonwereld nu, zeker ook in Nederland, nu meer mensen mee aan de slag gaan. Het is niet alleen voor je footprint relevant, maar ook voor bromaatvorming en omzetting medicijn. Ja, oké. Dat waren de belangrijkste vragen, Robert. Ja, oké, dankjewel Mirabelle. En ik denk inderdaad van de testen die nu plaatsvinden op Wervershoofd met die verschillende inbrengsystemen, die zullen door een hoop mensen nauwgezet gevolgd gaan worden. We komen bij de resultaten van de poll. De vraag was van, zou je geozond willen gaan toepassen? Ozon met keramische filtratie. Best wel een behoorlijk percentage die dat inderdaad wel ziet zitten. Ruim 40%. Een aantal mensen zegt ook van, nee, ik zie dat niet zitten. En dat met name vanwege de hoge CO2-footprint en de hogere kosten. Denk verklaarbaar, hè? Want je gaat een heel eind verder met de waterkwaliteit. Een aantal andere mensen zeggen van nee, ik ga wel voor oxidatie, maar dan in combinatie met een andere technologie. En een aantal mensen die weten het ook weer niet. Jullie zien allemaal de resultaten hier, of de percentages allemaal in beeld ook. Hè? Dus. Martin, hartstikke bedankt voor deze presentatie. Erg interessant. En ja, zijn de vragen, ik denk dat de mensen je altijd wel weer weten te vinden. Zeker. Net als de andere presentatoren ook. Er gaat nu nog één nieuwe poll in beeld komen. En daarna gaan wij met z'n allen, met alle mensen die gepresenteerd hebben, komen we allemaal tezamen hier om de tafel om nog wat discussie en brandende vragen op te lossen. Eén kleine opmerking. Patricia, die zal daar niet meer bij zijn, omdat die vanwege, de diploma-uitreiking van haar dochter weg moest. Dus. Mirabelle, aan jou het woord eventjes nu. Ja, we gaan weer een poll voor jullie starten. En die gaat natuurlijk over alle technologieën die we tot nu toe hebben besproken. We hebben al een aantal keren gevraagd van zou je hem willen toepassen? En
onze vraag is eigenlijk nu van wat vinden jullie van de volwassenheid van die technologie? Dus denken jullie dat je op basis van deze pilotresultaten de technologie full-scale kan toepassen? Je ziet daar de vier technologieën. Je hoeft er dus niet één te kiezen. Je mag alle vier kiezen. Je mag ook geen één kiezen. Je mag gewoon aangeven welke jij vindt dat je op basis van dit pilotonderzoek full-scale kan toepassen. En dan hebben we ondertussen iedereen hier aan tafel staan voor de discussie. Robert. Ja, dankjewel Mirabelle. We wachten met spanning af wat er uit deze laatste polvraag gaat komen. En in de tussentijd gaan we het een en ander bediscussiëren. Misschien wat vragen die nog opgekomen zijn. Ik denk dat we in de verschillende presentaties die we gehad hebben, is bromaat steeds wel een aandachtspunt. Wat zijn jullie verwachtingen daaraan? Is dat iets wat we onder controle kunnen gaan krijgen? Misschien dat ik gewoon het rijtje af kan gaan. Arnoud, misschien jij als eerste van de... Ja, even los van de techniek. Ik heb de presentatie gegeven over oxidatieproducten in het algemeen. En nog even herhalend, wat we daar hebben gezien in die studie, is dat er meerdere maatregelen zijn te treffen voor welke technologie dan ook, om bromaatvorming te minimaliseren of vrijwel te voorkomen. Wederom een oproep aan de kijkers. Pak vooral de handreiking erbij. Daar staat alle informatie in. Er staat precies welke stapjes je kan nemen. Maar we kunnen dus eigenlijk wel zeggen, van er zijn zeker meerdere mogelijkheden. Er is een toolbox aan mogelijkheden om te verminderen. Ja, ja, ja. En zou je daar een paar voorbeelden van kunnen noemen? Of misschien Martin... Jij kwam al met verschillende inbrengtechnieken. Hè, het is natuurlijk niet iets nieuws dat de bromaatvorming een risico is bij het gebruik van ozon. Vroeger was het ook al zo bij de drinkwater, in de drinkwaterwereld. AOP, dus bijvoorbeeld in combinatie met peroxide, zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar ik denk dat in eerste instantie zaak is om te kijken, oké, wat willen we bereiken met ozon? Dat is volgens mij vooralsnog die 70-80%. Als we kijken naar waterschappen. Dus in eerste instantie is het zaak om zonder die aanvullende technologie die je dan nodig hebt, of zonder peroxide, te zorgen dat je een efficiënte ozoninbreng hebt. Met maximale medicijnafbraak en minimale bromaatvorming. Ja, 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 ja. En ik denk dat dat zeker mogelijk is in het ontwerp ook. Ja, oké, dankjewel voor je reactie. Dan zit ik naar Manon te kijken, want die heeft zelfs een methode ontwikkeld. Nou, ontwikkeld is misschien een te groot woord, maar in ieder geval ontdekt dat er ook weer bromaat verwijderd kan worden uit het afvalwater. Ja, nou, dus dat is dat ga je natuurlijk doen als je er ook nutriënten wil verwijderen. Maar dan, dan hebben we gewoon gezien dat de bromaat weer helemaal afgebroken wordt. Ja. En dat is natuurlijk een mooie bijvangst dat je medicijnresten, nutriënten, maar ook je bromaatprobleem binnen de perken houdt. Ja. Heb je enig idee van, is dat dan een biologische omzetting die plaatsvindt? Ja, het is ook een bekend... Of absorbeert het dan? Nee, het is een bekend... Het is al eerder bekend bij grondwater of grondwaterpassages dat in denitrificerende filters bromaat verwijderd wordt. Ja. We hadden alleen niet vooraf dat we de pilot deden, bedacht dat dat dan ook in ons anoxisch filter zou gebeuren. Maar we hebben wel vanaf het begin gemeten, dus we waren er wel al mee bezig. Maar dan constateer je ineens... We hebben het geconstateerd dat dat dus ook in dat anoxisch filter gebeurt. Ja. Ja, mooi. Maar het is een bekend verschijnsel. Ja, ja. Ja, en ik denk Laura als laatste van het rijtje, en misschien Mirabelle dat ze er nog iets over wil zeggen, maar je hebt uiteindelijk op Leiden met het PAK-O3-project ook gezien. Hè? Dus je doelstelling is eigenlijk gewoon minder ozon verbruiken. Ja. Zodat het risico op bromaatvorming ook lager wordt. En ik denk dat met een andere inbrengsysteem realistisch is om voldoende rendement te halen en bromaatvorming beperken tot de 1 microgram per liter grens. En zo niet kan je altijd meer PAK doseren, zodat je minder ozon daarna hoeft te doseren. Dus je kan nog met de PAK dosering spelen. Ja, je kan de optimale verhoudingen gaan onderzoeken. Ja. Ja, ja.
Nou ja, misschien kan ik van de gelegenheid gebruik maken om de vragen van de kijkers thuis voor Arnoud nog te stellen. Ja, die hadden we ook nog. Ja. Dat waren eigenlijk twee vragen. En dat gaat hier, nu gaat het heel erg over bromaat. Maar die andere transformatieproducten, hebben we daar nou echt geen last van? Want nou ja, iemand gaf aan, in Zwitserland zijn er toch ook nog wel wat andere transformatieproducten. En de tweede vraag was het zandfilter erachter. Nou, daar zien wij geen toegevoegde waarde in. Misschien in een zandfilter ervoor. Ook een leuke. Eerst even over de, dus klopt, bromaat is voor de Nederlandse situatie wederom op basis van wetgeving het meest relevante product. Maar er wordt, en daar gaat de studie ook op in, er wordt een scala aan andere oxidatieproducten gevormd. Zowel transformatieproducten als nevenproducten. En daarbij moeten we eigenlijk zeggen dat het hoofdgedeelte van de oxidatieproducten, dat komt uit het organische materiaal wat in de matrix zit, niet uit de medicijnen. En daar zitten een aantal componenten in. Carbonylen is een bekende groep die daar wordt gevormd. Dat is gelukkig een heel makkelijk afbreekbare groepje stoffen. Wat de conclusie is, is dat als je naar de overall verwijdering kijkt van het toxiciteitseffect van de bio-SC-uitslagen, is dat die zo diep daalt dat je kan zeggen, ja, we doen het heel erg goed. En dat laatste beetje toxiciteit wat er misschien nog in een paar transformatieproducten zit, dat is waarschijnlijk in de eerste meters oppervlaktewater ook gewoon weg. Dat zijn niet, dat is nu het inzicht op een individuele lozer van een industriële component na. Dat zijn niet componenten die heel vervelend zijn voor het ecosysteem. Dus dat is eigenlijk een beetje de bodem voor de basis om te zeggen, nou, wij zien niet een zeer toegevoegde waarde voor een zandfilter. De andere, die wordt zeker ook genoemd in het rapport. Kan je niet iets voor een ozon neerzetten om te verminderen? Nou, en dat sluit aan bij wat Martin ook zegt. Het gaat over de ozondosis. En daar zien wij mogelijkheden. Als je, dat is ook eigenlijk een beetje het Paco 3 verhaal. Als je de ozondosis weet te verminderen doordat je iets daarvoor doet, bijvoorbeeld DOC wegneemt, dan is de kans op bromaatvorming in de theorie kleiner. Zul je per praktijk situatie moeten onderzoeken, maar je zou dus met een bepaald filter ervoor iets kunnen doen. Dan is wel de vraag, is een zandfilter dan de beste optie? Maar als basisgedachte is een filter ergens voor, een potentiële bromaatmitigerende maatregel. Oké, ja. Dankjewel. Waren er we kunnen even naar de poll gaan ook. Die is inmiddels ook ingevuld. Welke technologieën kunnen op basis van deze onderzoeken reeds full-scale worden toegepast? Paco 3, ja, een groot aantal mensen, bijna 80% zegt van ja, dat kan je in praktijk eigenlijk al gaan toepassen. Ik denk dat zegt mijn gevoel ook, hè, want wij gaan het zelf eigenlijk al toepassen. Dus wij op de zuivering van Dinter. Het O3 of het ozon ultrasound combinatie, daar is men wat minder positief over. 15% zegt van, nou, dat zou je op dit moment al kunnen gaan toepassen. Denk dat men nog op een hoop nieuwe resultaten, nieuwe inzichten, nieuwe gegevens zit te wachten. Dus men is daar nog wat onzekerder over. Het O3-stepfilter, nou, dat is geruststellend, Manon. 100% zegt dat kan je doen, dus ik denk dat je op de goede weg bent. Ja, gelukkig. Ja. Soms wel een beetje zenuwachtig, maar... Ja, nou, we zullen... Denk mee. Ja. En ozon in combinatie met de keramische filtratie. Ja, is ook een beperkte groep mensen die dat denkt van dat kunnen we op dit moment al full-scale gaan toepassen. Ik denk dat het dan ook met name doordat je zo ver gaat in je zuiveringsrendement en drinkwater of erg hoog hoogwaardige kwaliteit water mee wil maken. Ja, dat... vormt een belemmering natuurlijk, want je moet het wel toe kunnen gaan passen. Ja, ja, ja. Dus, maar ik denk dat het zeker vervolgd zal gaan worden. Het wordt steeds kritischer allemaal. Zijn er verder nog vraagjes, Mirabel? Heb jij misschien nog iets binnengekregen van van de eerste presentaties? Binnengekregen niet. Nee. Ik had zelf wel zoiets dit weekend toen de nieuwe... of begin deze week toen het KNMI de nieuwe klimaatscenario's presenteerde. Ja. In hoeverre heeft dat nog invloed op wat wij hier aan het doen zijn? Ik dacht zelf meteen CO2-footprint. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met droogte. Dat gaven ze heel duidelijk aan. En aan Martin natuurlijk van waterhergebruik.
Ja, hoe zie je dat zelf? En misschien ook, wellicht kan je die vraag niet helemaal invullen, maar hoe ziet PWN dat voor de toekomst? Hè? Je hebt nu iets getest, iets gedaan. Je gaat met ozon verder, maar ja, hoe valt dat bij jullie, bij PWN? En ga je daar dan ook al meteen verder actie op ondernemen vanwege dat nieuws? Nou, ik denk dat het al wat zegt dat überhaupt deze samenwerking is aangaan. Het is denk ik 5 jaar geleden gestart. Op het gebied van ozon. Het zeggen wel dat een drinkwaterbedrijf daarmee bezig is met een waterschap. En dan specifiek als het dan gaat over hergebruik. Ik denk dat het nu steeds meer een thema wordt binnen drinkwater in Nederland. Zeker ook als het gaat om het leveren van industriewater. Laat in ieder geval een strategie of beleid erop maken. Nadenken, wat moeten we hiermee? Want het is denk ik wel duidelijk dat we niet altijd op de default option door kunnen gaan. En dat we op een gegeven moment in de knel komen, zeker in die periodes van droogte. Ja. Ja. En Manon, jij zit ook bij een waterschap. Ja. Hè? Je hebt ook collega's die daarmee te maken hebben. Ja. Hoe valt waar jij mee bezig bent met Odri-Step een beetje te rijmen met klimaatveranderingsscenario's? Nou, dat zou een onderdeel kunnen zijn om dan nog een stapje verder te gaan om ook industriewater te maken. En daar zijn wij ook mee bezig. Intern kijken welke klanten zitten er om ons heen die ook water zouden willen hebben. Of waar kunnen we water infiltreren. Nou, O3-step zou een onderdeeltje kunnen zijn, maar dan moet er nog wat achter. Want dan is het nog niet goed genoeg voor industrie. Maar ook als waternet zijn wij daar ook zeker mee bezig. Oké, mooi. Oké, nou, ik weet niet of er nog andere punten zijn die jullie nog eventjes aan willen stippen. Of er nog andere vragen zijn. En anders komen we bij een van de laatste puntjes. En dat is nog even een aantal mededelingen die Mirabella zal doen. Ja, en dan heb ik even de klikker nodig. Oh, sorry. Ja. Ja, want we hebben vandaag natuurlijk een heel mooi mooie presentaties gezien van vier pilotstudies. Even weer de sheet van het hele innovatieprogramma. Nogmaals, een heleboel studies gedaan, een heleboel pilots gedaan, waarvan we vandaag maar een klein gedeelte hebben gezien. De blauwe gedeeltes hebben we gezien en de groene gedeeltes hebben we gezien. Ik wil jullie aandacht alvast vestigen op het volgende webinar. Dat is op 6 december. Dan gaan we weer een uitsnede van al deze technologieën behandelen. En dat zijn de gele. Dus dan gaan we het hebben onder andere over een andere vorm van gakfiltratie. Ook een combinatie van ozon komt dan naar voren, maar dan met een biologische voorbehandeling. Sluit heel mooi aan bij de discussie die we nu hebben gehad over bromaat. Er komt een heel ander absorptiemiddel in één keer aan bod. We hebben het nu steeds over de meer bekendere tegenabsorptiemiddelen. Dus actief kool of misschien biokool. Er zijn nieuwe adsorptiemiddelen in de maak en eentje daarvan wordt dan gepresenteerd. En dan ook nog de verkenning van de natuurlijke systemen. Want natuurlijke systemen die blijken ook met her en der een aanpassing en een update best wel mooie medicijnresten te kunnen verwijderen. Nogmaals, de STOA-site www.stoa.nl/IPMW. Daar staan dus ook deze webinars op. Deel 3 heb ik net aangekondigd, maar ik wil jullie aandacht heel graag vestigen op de Aquatech. Want jullie zien hoeveel onderzoek er is gedaan en hoe we leuk in discussie toch tot allemaal andere inzichten komen. En op de Aquatech, op woensdag 8 november en donderdag 9 november, wordt echt alles gepresenteerd wat we binnen het IPMW hebben gedaan. Ook alle zaken die dus nog niet in rapporten op de website staan, want die zullen pas eind van dit jaar, misschien zelfs pas begin volgend jaar volgen. Dus daarom heet het ook een sneak preview van de resultaten van de pilots. Maar ook bijvoorbeeld de eerste overall evaluatie, waarvoor je anders toch echt even moet wachten tot medio volgend jaar. Vergelijking van CO2 en kosten,
resultaten ook van demonstratieinstallaties, die hier ook niet aan bod komen, maar wel even genoemd zijn. In het begin door mij de full-scale installaties, full-scale ozon, opwervershoofd, ophouten, wat nu al genoemd is, PAKAS-installaties. Maar ook monsternamen methodes, PFAS, antibiotica-resistentie. Dus als je echt goed op de hoogte wil zijn van de laatste stand van zaken en daar ook meteen mee aan de gang wil, dan is de oproep om je aan te melden voor de Aquatech. En dat kan ook gewoon via de STOA-site. En dan nogmaals ook dank aan mijn collega Cora Uiterlinde en de website. Dat was hem. Ja, nou, Mirabella, bedankt voor deze mooie woorden op het laatst nog. Inderdaad, lijkt me goed om, het is heel interessant om de volgende webinars ook te gaan volgen, om ook naar de Aquatech toe te komen. Dus ik verwacht dat er een hoop kijkers daar ook live aanwezig zullen zijn. Ik wil voor de vier presentatoren die er nu nog zijn, maar ook Patricia die reeds vertrokken is, jullie hartelijk bedanken voor jullie de presentatie, voor het onderzoek wat jullie hebben gedaan. Ik vind het heel indrukwekkend, het hele IPNV, maar ook de slechts vier projecten of vier onderzoeken, of vijf met Patricia, die hier nu gepresenteerd zijn. Hartstikke mooi. Hartstikke bedankt. Ja. Mirabella, ook bedankt voor al jouw coördinatie in al die jaren gedurende het hele IPNV. En de luisteraars thuis ook bedankt voor jullie aandacht. En hopelijk tot de volgende keer. Oké, dag hoor.